Welkom bij aflevering 132 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk met een wild klikkende Bert of Peter Slachter, één van de twee. En we hebben niemand minder. En we hebben niemand minder in de studio dan Bram Seelen, de co-founder van Anycoin Direct, natuurlijk onze sponsor. Welkom Bram, leuk dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, die stond al een tijdje. Ik denk al bijna voor aflevering 100 al. Maar goed, ja, toen kwam er natuurlijk... Op het moment kiest hij uit, hè? Ja, het is ongekend. Wow. Hij zat te wachten. Hij denkt, wanneer moet ik er zitten? Is een raket. Dit is het moment. Ja, nou, precies. Dat is het ook geworden. Nou, tof dat je er bent. We gaan er een leuke aflevering van maken. Want ja, je hoort het al aan het enthousiasme van de broers. Ja, we gaan echt als een raket omhoog op dit moment, jongens. Dat is niet normaal. Waar staan we nu op? We nemen op om pakken met 3:30 op 17 december 2020. Ja, ik heb de prijs 23.068. Niet... Jeetje, jongens. We zijn niet door de 20.000 heen gegaan. We zijn er doorheen gevlogen, letterlijk. Ja, en elke crash die wordt ook meteen weer opgekocht door mensen die als een soort hongerige wolven aan die exchanges staan te lullen. Dat is echt niet schuldig gewoon. En dan moet Amerika nog wakker worden, hè? Die worden zo meteen wakker, die schrikken zich helemaal kapot. Ja, die denken, wat is hier nou weer gebeurd? Ja, precies. Ja. Die surfen gelijk naar Anycoin Direct en dan gaan ze knallen. Ja, precies. Mooi. Laten we even meteen... Bizar, hè? Zal ik... Ja, precies. We hebben daar een heel prachtig stuk over. Maar voordat ik het vergeet, ga ik natuurlijk vertellen dat deze podcast mede mogelijk gemaakt wordt. Nou, ik zei het al. Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Maven 11, Wordproof en Blocks. Die hebben ons door de bear market heen geholpen. En hopelijk gaan we samen nu door de bull market heen. Dat is, zou top zijn. Disclaimer natuurlijk. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl. En je kan natuurlijk ook even kijken op www.lekkercryptisch.nl. Want daar worden alle artikelen en samenvattingen gepost. Dus check it out. Ik hoor trouwens volgens mij bij iemand een speaker aanstaan van een laptop. Even kijken bij wie dat is. Ja, ik zal wat zeggen. Ik hoor mezelf terugkomen ergens. Nou ja, goed. Dat maakt niet uit dan. Ja, ik hoor mezelf. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Het is heel zachtjes. De oplettende luisteraar zal het misschien wel of niet horen. Daar komen we later wel achter. We hebben wat nieuws, jongens. We hebben de t-shirts, die gaven we weg. En dat ging zo goed dat we ze tegenwoordig verkopen. we hebben ons eigen webshopje. Dat was heel makkelijk eigenlijk, kwam ik achter. Dat kan je gewoon gratis maken. En daar kan je designs op gooien en dan wordt alles gewoon voor je gedaan. Dus ik dacht, waarom ook niet? Als mensen die shirts willen, dan kan dat. We hebben shirts, truien, tasjes, noem het maar op. Stickers staan erop. Dus ga vooral even kijken. Dat is op www.shop.spreadshirt.nl/satoshiradio. En als je wat leuks vindt, kan je het kopen. En dan heb je een prachtig geodriehoek shirt, Raspberry Pi shirt of gekreukeld eurobiljet shirt. Dat is het assortiment wat we op dit moment hebben. Alright, die donaties hadden we het net al even over. We hebben wat nieuws, jongens. Ik wil echt een hele dikke... dankjewel recommendation. Hoe noem je dat? Als je een nieuwe baan gaat zoeken, dan laat je toch altijd je oude... Een aanbeveling. Dikke aanbeveling. Of gewoon een zak veer in zool. Ja, gewoon, ik denk een beetje van beide. Wij hebben iemand in de chat en de meeste mensen kennen hem wel. En dat is Jorijn. En Jorijn heeft ons vanaf het begin af aan geholpen met het opzetten van de Satoshi Radio bot, zoals we hem allemaal kennen inmiddels, waarmee de donaties gedaan kunnen worden. En wat hij nu weer heeft gemaakt is helemaal ongekend. Je kan nu doneren vanuit Telegram zelf. Je hoeft de app niet meer uit. Nou ja, Jorijn. Ja. Een applausje voor jou. Het is ongekend. Wat je dus kan doen is je kan een berichtje sturen naar de Satoshi Radio bot. Dat is @ Satoshi Radio bot. Daar kan je een gesprek mee beginnen. Nou ja, dan kan je start zeggen en dan geeft hij wat terug. Maar als je dus
donatie intikt en met daarna een bedrag en daarna een bericht, dan krijg je automatisch een Lightning invoice. En dan kan je via BTCP-server kan je gewoon betalen. En als je dat op je telefoon doet, dan schakelt die direct naar Blue Wallet. Dus het is echt net alsof je met Ideal aan het betalen bent qua gebruiksgemak. Nou, ik sloeg stijl achterover. Het is echt fantastisch. Het is super, super vet. En dit opent allemaal mogelijkheden naar nog veel meer leuke dingen. Ja, bij mij springt meteen een soort van Twitch subscriber-achtig ding naar boven. Waar je dus gewoon zonder omkijken gewoon maandelijks de podcast kan steunen. Nou, via Bitcoin. Toch, dat is toch gruwelijk. Zo tof van de Satoshi Radio community. Er zitten zoveel mensen in die gewoon dingen aan het bouwen zijn. Weet je, en allemaal uit hunzelf, gewoon omdat ze er passie voor hebben. Of het nou iets is om geschreven wordt, manuals. Mensen die zelf podcasts beginnen te maken, maar ook Jorijn die gewoon de pen in klimt en toffe dingen aan het programmeren is. Echt heel tof. Echt heel tof. Ja, we hebben natuurlijk, kijk, je hebt Jorijn en Kloekloek in de chat en Kloekloek had ook weer een tipping of in ieder geval een invoice bot gemaakt voor het pokertoernooitje. Daar kan je ook gewoon wat naartoe sturen en dan krijg je een QR-code terug die je kan scannen. Het is echt vet hoe dat gaat en het is super leuk om daar een klein deel van uit te maken. En, dus Jorijn, jongen, bedankt. Je weet hoe erg we het waarderen, maar ik wil het nog even gezegd hebben. En nu door naar de donaties. Ja, we krijgen altijd commentaar dat het te lang duurt. Dus we gaan echt daar een goede balans in proberen te vinden. Namelijk, we hebben Rick, €5, die zegt top podcast weer. Oh ja, en verander deze donatiemodule van euro's naar sats. Hashtag BTC standard. Daar zijn we mee bezig. Dat komt als optie bij de bot. Kloekloek, die stuurt €2 met de afkorting NJNK. Nou, geen idee wat hij daarmee bedoelt. De stille wateren, diepe gronden. NJNK. Nou, nooit van gehoord. Kloekloek, laat maar eens weten wat je daarmee bedoelt. We hebben Jeffta, die stuurt €20 met een donatie waar we straks op terug gaan komen. Dus die hou ik even als laatste over. Nouri-Elle Rubini. Nou ja, hè, wie zou dat zijn? Onze grootste fan, denk ik. Precies, €5. Dank voor alle inzet en goede podcast. Thanks ook voor de donatie. Rudiano, wie kent hem niet, stuurt €2. Die zegt, voer je zaad alleen op je hardware wallet in. Een Postbus 21 blokje. Dat is natuurlijk een knipoog naar Postbus. Wat is het? 51. In de show met dingen die je wel of niet moet doen. Ja, dat moeten we maar eens naar kijken. Ik denk meer dat het iets voor het YouTube-kanaal is. Maar misschien komen we daarop terug. Martijn Han, die stuurt €10. Thanks Martijn. En die zegt daarbij, €10 voor jullie puiken podcast. En een vraag. Ik heb een Legend Nano S. Mijn seed phrase van 24 woorden heb ik uit mijn hoofd geleerd. Niet heel duurzaam. Ik ben de jongste niet meer. En mijn liefde voor mooie biertjes bieden waarschijnlijk niet de garantie dat ik het op het moment dat het nodig is, de woorden van mijn seed phrase foutloos op kan dreunen. Laat staan in de juiste volgorde. Ja, dat schijnt ook nog wel een dingetje te zijn, inderdaad. Wat is nou de ultieme manier om je seed phrase op te slaan? Een top 5 manieren mag ook. En hoe zit het nou met het 25ste seedwoord? Ja, jongens. Dat blijft een heikel puntje. Want dat is toch altijd een beetje, ja, uiteindelijk moet je dus je seed phrase, je ultieme backup, moet je ergens opslaan. En dat is nog niet zo makkelijk. Je ziet zelfs bij professionele partijen die custodial functies aanbieden, dat uiteindelijk de backup ook nog steeds op een staalplaat geslagen wordt. Dus dat blijf je een beetje houden. Maar goed, daar heb ik hem al een beetje verklapt. Ja, uiteindelijk is het toch een beetje een dingetje wat vaakst terugkomt voor in ieder geval individuen, hè, voor personen zoals jij en ik, Martijn. Ja, dat je het in een staalplaat slaat of dat je het in stalen ringetjes slaat die een brand kunnen overleven en die als je huis instort, dat die het overleven. Waar een papieren blaadje wat je bij je Ledger Nano krijgt natuurlijk gewoon kapot is daarna. Dus dat is eigenlijk een top 2. Dan moet je het ook nog nadenken waar je het bewaart natuurlijk. Wil je dat thuis doen of wil je dat ergens anders doen? Ja, daar is niet echt een best practice, vind ik, eerlijk gezegd. Ik zat er zelf laatst ook nog over te denken. Dat is nog best wel lastig. Thuis weten mensen bijvoorbeeld met die Ledger Nano hack waar je woont. Maar ja, bij iemand anders is die ander dan wel betrouwbaar. Als je het begraaft, weet ik veel, voordat je het weet, heeft de gemeente het als kavel verkocht en hebben ze er een riolering aangelegd. Als je 5 jaar later je bitcoins op komt halen. Dus dat is lastig. Maar ik zou zeggen, ik zou beginnen met het in zo'n staalplaat slaan. Hoe heet dat ding ook alweer van CoinKite? Die gasten die ook die
hardware. Seedplate heet dat. Daar kan je eens naar kijken. Dit zijn van diezelfde gasten die ook coldcard hardware wallets maken. De seedplate. Daar krijg je een pin bij en daar sla je het mee in een plaat. Je hebt ook de crypto steel capsule, geloof ik. Ik weet precies hoe het heet. Iets en dergelijks. Als je het aan Constant vraagt in de chat, die heeft een hele shoppinglijst waarmee je bij de Praxis, als die weer open gaan, allemaal ringetjes en dingetjes kan kopen. En dat werkt ook prima, hoor. Ik bedoel, die seedplate is ook maar gewoon een hele dure staalplaat. Ik bedoel, is niet heel bijzonder. Als je het in ringetjes slaat, vergeet dan niet de volgorde ook in die ringen te slaan, overigens. Ja, ik denk dat de beslisboom begint bij de vraag, wil je hem digitaal of analoog opslaan? En ik denk dat daar... Dat is toch geen vraag, kom op. In beide kampen zullen felle voor- en tegenstanders zitten. Ik denk dat de meeste mensen in onze chat zullen zeggen analoog. En dan kom je denk ik uit bij metaalplaten als meest duurzame methode. En je hebt ook een kamp die zegt digitaal. Bijvoorbeeld in meerdere stukjes verspreid over verschillende clouddiensten en geencrypt het bestand. Ja. Dus er zijn ook manieren digitaal om dat relatief veilig te doen. Maar goed, ik zou daar starten. En dat maakt namelijk waar je op uitkomt, je keuze wat makkelijker. Als je zegt van, nou, ik wil het gewoon analoog opslaan, nou, dan kom je waarschijnlijk uit bij zo'n metalen plaat. Ja. Als je digitaal wil, nou, dan zul je een stukje dieper de rabbit hole in moeten. Want gewoon het in een bestandje zetten en encrypten ergens neerzetten, dat is natuurlijk niet veilig genoeg. Want dan komt je vriendin langs en die verwijdert het bestandje. Ja. Ja, ik zou dus zelf analoog of fysiek, zullen we maar zeggen, zou ik eigenlijk spannender vinden dan digitaal. Want jeetje man, als je huis afvikt en je seed phrase smelt, dat is echt kloten. Of ze komen het jat, ja, weet ik veel. Maar goed, die smelt dus toch niet. Dat is het punt van die steelplate. Maar ik ben met je eens, je moet hem alsnog wel uit je ruïne gaan halen. Dus, de moertjes van Kroes wel, natuurlijk. Goed bewaren of op meerdere plaatsen. Eventueel meerdere plaatsen waar je ook dan de helft van de seed neerlegt. Ja. Zodat de plek waar die ligt, als daar de persoon die dat beheert niet te vertrouwen blijkt te zijn. Dat er nog niks aan de hand is. Dat zijn ook nog opties die je daarin kunt meewegen. Ja, ik zag iemand van de week twitteren van beveilig je bitcoins niet alsof ze $20,000 zijn, maar alsof ze $200,000 zijn. En dat is natuurlijk in een bullmarkt helemaal geen gek idee. Kijk, als je echt verwacht dat het nog keer 10 gaat, dan moet je eigenlijk nu beveiligen alsof het keer 10 is. Want dat gaat namelijk waarschijnlijk in 12 maanden gebeuren. Dus dat is niet iets voor over 20 jaar van dat zien we dan wel. Nee, dat moet je eigenlijk nu doen. Ja. Ja, ik denk dat een zeer goed advies is inderdaad. Ja. En dan zou je, zeker als je echt wat meer hebt, zou je wat hogere bedragen, zou je nog kunnen nadenken over het in stukjes. Bram zei geloof ik net al, knip het in tweeën. En je hebt ook nog zoiets als het Shamir Secret Sharing Scheme, heet het geloof ik. Ja. Even uit mijn hoofd, maar Shamir, zoek maar eens op Shamir. Daarmee kun je, als ik mij goed herinner, een soort van 2 uit 3, een soort van threshold maken. Dus dat je maar 2 van de 3 stukjes nodig hebt. Je kunt in 3 of in 8 of in 20 stukjes knippen. Maar je hebt ze dan niet alle 8 of alle 20 nodig. Maar bijvoorbeeld maar 6 of 7. En dat is natuurlijk heel interessant. En dan kun je het wel over fysieke plekken verdelen. Maar dan mag het best nog zo zijn dat een van die plekken in rook opgaat of onbereikbaar blijkt. Dus als het echt om grote aantallen gaat, is dat nog wel een vaker gebruikt concept. Dat is een goed punt, want als jij gewoon je seed door de midden knipt, zeg maar 12 woordjes hier, 12 daar. Ja, als je 12 kwijtraakt, dan heb je geen zak aan die andere 12. Dan ben je alles kwijt. Ja. Dit is nou precies de use case waar denk ik private banken gewoon lekker baarden naar zitten te kijken. Want dit is gewoon... Ik bedoel, wij zitten hier al een beetje te discussiëren en te kijken en enigszins zweethandjes te krijgen met die prijs die omhoog gaat. Ja, weet je, dat is toch voor gewoon minder mensen die daar geen zin hebben om zich zoveel in te lezen. Daar moet op een gegeven moment gewoon de custodian komen. Hey, Martijn, die heeft het ook nog over dat 25e seedwoord. Nou, Martijn, als klap op de vuurpijl. Ja, daar komt erop neer, weet je, jij hebt geprobeerd 24 woorden in volgorde op te slaan in je hoofd. En daar kom je achter dat moeilijk is. Goed, het 25e seedwoord, daar weet je dat het 25e is. Dus die volgordelijkheid hoef je niet op te slaan. En dan hoef je alleen maar 1 woord op te slaan. En het geeft iets meer veiligheid. Als iemand jouw complete seed phrase vindt van 24 woorden, dan kunnen ze nog niet direct bij jouw funds, omdat dat 25e woord in jouw hoofd zit. Ik heb wel gehoord dat ze die er dan met een boor proberen uit te boren. Ja,
Waar het wel voor gebruikt wordt, is kijk, wat je dan doet, is met de 24 seed words, daarmee ontstaat er een boomstructuur van private keys, waar je dus iets mee kunt. Daar zet je bijvoorbeeld 0.1 bitcoin op. Dan met je 25ste seed word, dat is eigenlijk een passphrase, eigenlijk een soort wachtwoord. Daarmee ontstaat eigenlijk een nieuwe boomstructuur van private keys. Daar zet je je 100 bitcoin op. En als iemand je dan komt overvallen, dan geef je gewoon je 24 seed words. En dan zien ze daar staan, ja, je 0.1 BTC. Denk je, ja, shit, ik dacht dat deze gast heel veel bitcoin had, maar het is toch niet zo. En dan zelf weet jij dat 25ste woord ook. En daarmee kom je bij je 100 bitcoin. Ja. Dus het is een soort van plausible deniability of zo. Van, weet je, ik kan, er zit een soort extra laagje. Maar dan moet je dus wel ook wat op die 24 woorden zetten. Anders dan weten ze natuurlijk genoeg. Maar dat is nog een soort truc die mensen soms gebruiken. Ja, klopt. Dat zit ook in bij die cold card wallet adverteren ze daarmee dat dat inderdaad zo'n een trucje is wat je in een stress situation... dat is een beetje het idee van vertel mensen een kleine leugen en ze houden op met doorvragen over de grote leugen die je eigenlijk probeert te verbergen. Even kijken. Nou, dus dat Martijn. Thanks voor de donatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt. We gaan snel door naar Tino. Nou, die komt met €21. Holy Moses. Hij zegt, dankzij Bart. Ik denk dat hij Bert bedoelt. Maar goed, ik voel me aangesproken. Mijn naam staat er. Maar hij zegt, dankzij Bart via de corona-tweets. Dus nou ja, goed. Kan me voorstellen dat hij het over Bert heeft. Eindelijk de Bitcoin rabbit hole ingedonderd. Toen natuurlijk de Bitcoin Standard, maar zeker ook The Price of Tomorrow van Jeff Booth gelezen. Kan dat laatste boek eens door de dodelijke heldere slachterfilters. En oh ja, is de Noddle Dojo een goede keuze voor de niet-nerd voor het runnen van een node? Thanks guys, goede show. Is hij al door de filter heen, Bert, of heb je hem nog niet gelezen? Ja, die heb ik zeker gelezen. Het is een ontzettend interessant boek, maar daar moeten we gewoon eens een keer een aflevering aan besteden. Want okay. Dat gaat ook over zeg maar de rol van deflatie. En ik denk dat het leuk is om nog eens een keertje inflatie, deflatie, om dat thema nog eens goed zeg maar helemaal uit te diepen. He, dus we hebben het ook wel eens, we hebben het een keertje heel kort aangestipt van dat je eigenlijk niet kunt zeggen er is zoveel inflatie of deflatie. Deflatie is negatieve inflatie eigenlijk. Hè? Maar je zou eigenlijk moeten zeggen van inflatie verschilt per persoon en verschilt eigenlijk per categorie van dingen om allerlei redenen. En hoe gaat het zich nou in de toekomst ontwikkelen? Wat voor soort krachten zijn er? Er zijn krachten die leiden tot inflatie en tot deflatie. En nou, die strijden met elkaar enzovoort. Het zijn hele leuke onderwerpen. En daar heeft Jeff Booth dus een heel interessant boek ook over geschreven. Okay. Maar laten we daar een keer een afleveringetje van vinden. Ja, gaan we doen. Tino. En de mensen kunnen hem dus, als ze dat willen, kunnen ze hem dus even lezen nog van tevoren. Dus ja, we geven ze nu de heads-up. We geven ze de heads-up. The Price of Tomorrow van Jeff Booth. Ja. En omtrent je node, koop een Umbrel node. Ga naar umbrel.local, dat is mijn eigen Umbrel node. even kijken hoor, pak hem even snel bij. Getumbrel.com. Daar staat gewoon een boodschappenlijstje en ik zweer het je, het zijn 6 stappen en ja, je bent aan het zinken. Het gaat echt als een jacko. Ik ben zwaar onder de indruk van die software, dus kijk daar eens naar. Mark met een eurotje, hopelijk mijn eerste lightning transactie via mijn eigen MyNode. Vorige week lukte het nog net niet. Nou, nu wel, Mark. Alsjeblieft, zwaar verdiend. Dat is toch mooi om te zien. Ik zag in ons databaseje dat Mark volgens mij al 17 weken op rij gedoneerd heeft. En nu van zijn eigen Lightning Node. Ja, dat is geniaal. Wauw. Ja, toch? Ja. Marky, ja. Onze held. Ja, ik weet niet wat voor status hij nu bereikt. Maar volgens, ja, de ladder is op. Ja, God status. Ik bedoel, hij kan Herbert bijna aanraken, denk ik. Ja, zoiets. Ja, toch? Ja, stimuleer hem nou niet. Volgende week heeft hij een nummer geschreven. Ja, joh, we gaan het zien. Maarten B. die stuurt 5 euro'tjes. Nog geen merchandise voor mij, maar sponsor de show graag. Keep on the good work. Dat mag natuurlijk. De merchandise is er voor de mensen die graag een shirtje willen, maar geen nood hebben. Dus top Maarten. We waarderen je hartstikke erg. Mies, 2 euro. Geo-shirt ontvangen. Thanks, Bart. Ja, nou, alsjeblieft. Je hebt hem verdiend. Die sturen we niet zomaar over niks uit. Marcel Mink, die stuurt 5 euro'tjes. Keep it safe. Thanks, Marcel. Zien je volgende week weer. En kijk uit met rijden straks als hij weer met 60 over de rechterbaan zit om de podcast af te kunnen luisteren. Mark, die stuurt nog een eurotje. Mark, joh, let je wel op. 2 keer per week. Bedankt weer, mannen. Met veel aandacht geluisterd. Topper.
Brisk, 5 euro'tjes. 1 week vergeten te doneren. Maakt niet uit. Mijn oude donatie werd weer opgelezen. Ja, het is soms eventjes kijken welke nieuw zijn, welke oud. Dank voor het meedenken en keep up the good work. KVO, 5 euro. Laatste donatie met de bitcoinprijs onder de 20k. Nou, dat denk ik wel. Hij stuurde het 2:15 op 15 december. Dus dat zou iemand even moeten factchecken. Hebben we Twitter factcheckers hier in de buurt? Ik hoor jullie wel vaak... Hij komt nog wel een keertje onder de 20k op, Bart. Okay, denk je dat we dat voor eeuwig te boven blijven? Ja, laten we de sfeer nou eens even goed houden, Bert. Draai die cup en handle even om en hop, kom op. Ik hoor jullie vaak over Taleb. Hebben jullie een tip met welk boek ik het beste kan beginnen? Ik heb in de chat gezegd Antifragile. Bert, ben je het daarmee eens? Ja, die of Skin in the Game. Een van die twee. Okay. Nou goed, beginnen dus maar. Tenzij je 100% zeker weet dat je ze alle 5 wil lezen, dan moet je aan het begin beginnen. En dat is? Incerto. Dat is misleid door toeval, denk ik, in het Nederlands. Ja, fooled by randomness in het Engels. Nou, ze vullen elkaar mooi aan, Bert. Goed, dus ik heb Antifragile geluisterd en daar komen eigenlijk alle concepten wel in terug. Dus die kan ik zeker aanraden. Tom, 1 euro, die zegt dan maar even voor in de boeken. Nu Telegram op het slechtste moment ooit eruit ligt. Ja, dat was ook nog een ding, hè? Zit je 3 jaar met elkaar in die Telegram groep in een bear market? En ja hoor, tijdens de 20k ligt die eruit, ongekend. Ja, maar, dat zie je echt niet. Hij stuurt all-time fucking high. Zo is het maar net, Tom. En nou ja, goed, daar gaan de adverteerders op Spotify en YouTube. Maar goed, ik heb het voor je over om jouw donatie voor te lezen. Jorijn, die stuurt 2 euro, onze held. Die zegt, doet hij het of doet hij het niet? Ja, ja, en doet hij het zeker. Er komen wat donaties van mij bij. Mocht je nog een webdeveloper nodig hebben, huur Jorijn in. Nou, dat meen ik. Die gozer, die, dat is echt een pionier. Maar goed, dat hebben we al gezegd. Kan niet vaak genoeg zeggen. En toen begon het. Tom die stuurt 1 euro. Nou, laat ik het maar eens testen dan. Jorijn for the win. Nog eentje van mezelf. Nog een van mezelf. Nog een van mezelf. John die stuurt 1 euro. Herbert is een baas. Dat is John de Vleermuis uit China. Dus we omzeilen ook de Chinese internet firewall. Het kan zo gek niet. Het gaat allemaal door. Ben die stuurt 1 cent. Duurman die sats. Hij heeft 56 sats gestuurd. Zo is het, Ben. Die worden nog eens heel, heel veel waard. Ton die stuurt 3 euro. Door de 20k en nieuwe features. Een nieuwe era has come. Maarten B. Tesje, mooi man, 1 eurotje. Bowie, 13 euro. 2 maanden geleden was deze donatie nog 6,50 waard. Ja, inderdaad. Zo gaat die. KVO die stuurt nog 1 eurotje. Ook kijken of dit werkt. LTP, onze held, die op de bodem verkocht heeft. Die stuurt 1 euro. Dit wordt een feestaflevering vandaag. En als laatste, jongens, daar zijn we. Tinus, 10 euro. Proost, saluti. Ik vond overigens het Ethereum-treinanalogie-verhaal wel erg boeiend. Nou, Peet, eventjes even voor jou. Fijn. All right. Nou, goed, jongens. Ik heb mijn best gedaan. 23 minuten, inclusief de introductie van de aflevering. Maar we hadden er nog eentje staan van Jefta. Die had 20 euro gedoneerd. En die had een hele leuke vraag. Dus die hebben we eigenlijk gewoon, gewoon als onderwerp eruit gepakt. Hij zegt, lekker bezig, gasten. Hij zegt, vraagje. Stel dat Nederland het afgelopen jaar Bitcoin in plaats van de euro of een andere shitcoin gebruikte. Voor het gemak gaan we er ook vanuit dat de lockdown noodzakelijk was. Hoe hadden we dit met Bitcoin moeten financieren? Een oplopende staatsschuld is dan niet mogelijk. Steunpakket vanuit de overheid is zo'n 40 miljard. Dat had dan met spoed bij elk huishouden omgerekend 5000 euro extra belastinginkomen moeten worden geïnd. Zien jullie dit als een voordeel of juist als een nadeel? Ja, Jefta, dat is echt ten eerste echt een goede vraag. Ik bedoel, ik heb er wel even tijdens mijn wandelingen gaf dit wel stof tot nadenken deze week. En ik heb er ook over nagedacht, maar ik ben hier niet echt natuurlijk... we hebben de slachters in de chat hier. En natuurlijk Bram. Jongens, hoe kijken jullie er tegenaan? Hebben jullie er even over nagedacht? Ik denk niet dat Bitcoin al zover is dat het met de huidige staat van de techniek mogelijk is om een heel land daar zeker in crisistijd op te draaien. Het is wel een leuk gedachte-experiment. Ja. Nou oké, ik zal me aftrappen. Ik heb hem bekeken en ik denk het dichtst wat we in de buurt komen bij zo'n situatie zoals dit is het financieren van een oorlog tijdens de goudstandaard. Want als je dus op momenten dat de goudstandaard niet meer werkte of dat er van afgestapt werd, was op het moment dat er een oorlog gefinancierd moest worden. En wat je dan inderdaad doet, is de belasting verhogen, bijvoorbeeld. En ja,
of je gaat bijprinten, extra geld toevoegen. En dat is wel een heel interessant ding hoor, want ik begon me dus een beetje in te lezen over die goudstandaard. En dat is, ja, we zien dat als Bitcoin is natuurlijk een beetje als de heilige graal. Althans, zo wordt het vaak wel een beetje we hebben aan de ene kant de money printer, goes brr, hè, dat vinden we slecht. En aan de andere kant, ja, daar hadden we de goudstandaard. Dus dat zal dan wel goed zijn. Ja, er zitten ook wel haken en ogen aan. Maar goed, ja, ik eigenlijk, om op je vraag terug te komen, Jeff, daar waar ik een beetje op uitkwam, is dat kan dus niet met Bitcoin. Dus zo'n 40 miljard extra, ja, dat kan niet. Dan moet je dus of lenen of besparen op andere kosten. Dus het niet uitgeven aan iets anders. Of meer belasting heffen. Dat zijn inderdaad de dingen waar ik op uit zou komen. Ja, en dat kan dus wel. Precies die drie manieren. Ja, nee, precies. Dat kan, ja. Maar printen niet. Ja. Nee, kijk, bijdrukken, dan gaat het me gelukkig niet horen. Dan zou het dus niet goed gaan. Nou ja, niet het bijdrukken van de Bitcoin, maar dat heeft de Nederlandse overheid nu ook niet gedaan. Hè? De Nederlandse overheid die heeft geen euro's bijgedrukt. Want de money printer, voor zover die bestaat, die staat in afwisselend in Frankfurt en hoe zit het ook weer met de ECB? Ja, Lagarde heeft zo'n klein mobiel printertje, hè, schijnbaar, in de handtasje zitten. Ja, please. Ja. Nee, maar kijk, de Nederlandse overheid die heeft dus de staatsschuld laten oplopen. Die was geloof ik 42% en is nu 60, zoiets. Ja. In Italië is die naar 160% gegaan. En het idee van die staatsschuld is dat... als je zou zeggen, ik druk gewoon geld, dat heet monetaire financiering. Dat mag niet. Dus in het verdrag tussen de Europese landen, waarin de euro allemaal wordt... dus alle regels rond de euro worden... vastgesteld, daar staat dat het verboden is voor de nationale centrale bank, dus de Nederlandse bank in ons geval, om monetair te financieren. Dus om gewoon rechtstreeks geld over te maken aan het ministerie van Financiën. Dus dat betekent dat die gasten die moeten aan geld komen door leningen, staatsobligaties uit te geven en dus te lenen van de markt. En dat hebben ze in Nederland gewoon gedaan. En dat hadden ze dan ook kunnen doen. Alleen het grote verschil met Bitcoin is dat je dat of moet terugbetalen of failliet moet gaan. Dat zijn je enige twee opties. Terwijl met euro's heb je natuurlijk de optie om inflatie te veroorzaken en zo je schuld weg te laten lopen. Hè, in reële termen. Dus dat is eigenlijk het enige echte verschil. En dit is ook precies wat jij net noemde, Bart, in de oorlogen gebeurd. Hè? Dus of ze gingen meer belasting ophalen, of ze gingen interen op hun reserves, of ze gingen lenen. Hè? Dus je hebt ook in tijden van oorlog dat bijvoorbeeld de overheid van het volk gaat lenen. Hè? Dus allerlei, de staatsobligaties worden nu vooral uitgegeven op de financiële markten. Hè? Dus waar gaan die heen, die staatsobligaties? Voornamelijk naar pensioenfondsen en de Europese Centrale Bank zelf, die gewoon staatsobligaties opkoopt. Maar in oorlogstijd is het ook vaak zat gebeurd dat gewoon gevraagd werd aan het volk vanuit een stukje patriotisme: koop nou eventjes deze bond op en na de oorlog betalen we hem weer af, weet je wel. Ik geloof dat in de Tweede Wereldoorlog in Amerika bijvoorbeeld ook het geval was, als ik me goed herinner. Maar dat is het verschil een beetje. Dus het zou best kunnen. Alleen, ja, en dat is wat in de Bitcoin standard Sevdina Moes natuurlijk met heel veel voorbeelden laat zien. Dat als je als volk weet, we moeten dit terugbetalen. Hè, dus dit is het is een keuze of het wordt dan een keuze of. En nu is het en. Je kunt oorlogen betalen en lockdowns en weet ik wat voor andere hobby's. Je kunt alles gewoon betalen. Iedereen die iets wil, zegt, oh, is ook goed. En dan dat ook en dat ook. En terwijl als je het ooit moet terugbetalen, dan is een keuze uit of. Je kunt of die oorlog betalen, of de wegen aanleggen en infrastructuur, of onderwijs. Het is niet allemaal en. En dan wordt dus de keuze veel meer aan het volk van... staan we hier wel achter? Vinden we deze oorlog wel waard? En dat is in ieder geval wat in de Bitcoin standard is. Dat een beetje de hypothese van Sevdina Moes. Dat met een sound money, of het nou goud is of Bitcoin, dan zullen mensen niet zomaar alles meer oké vinden. Omdat ze doorhebben dat het een of het ander is.
En nou ja, dat, daar zit, dat weten we niet, hè, of dat in deze tijd daadwerkelijk zo zal zijn. Maar hij veronderstelt dat mensen zeggen, ja, dus dat mensen strenger zullen worden op hun overheid. Zeg, ja, weet je, dat gaat zomaar niet. Jullie hebben wel allemaal leuke plannen, maar dus, ik moet het financieren. En ja, dat is een beetje de hypothese van de echte, zeg maar, de Bitcoin standaard-achtige gelovigen die zeggen, onder een Bitcoin standaard wordt alles in het leven beter. Bitcoin fixes this. En dat heeft dus ermee te maken dat je dan dus geen oorlogen meer zult voeren, niet zomaar in ieder geval. En dat je dan, nou ja, weet je, dat je dus over alle dingen veel beter gaat nadenken, omdat je veel bewuster wordt van de kosten. Ja, en ik denk ook, Bert, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat een hele goede samenvatting is. Maar dat betekent dus niet dat alles happy, happy, joy, joy is in die wereld. Hè? Dus als je dan iets als corona hebt, en we gaan er dus even vanuit dat die lockdown nodig was. Hè? Dat is even de aanname die we doen. We gaan deze podcast niet die beerput opentrekken. Dan moet je dus als bevolking accepteren dat die belastingen omhoog gaan. Hetzelfde gaat op als er bijvoorbeeld de pensioenleeftijd, of in ieder geval mensen gewoon langer leven. Dus die pensioenleeftijd gaat omhoog. Ik bedoel, je kan niet zomaar dan voor iedereen meer een uitkering of een AOW'tje, dat soort dingen. Je moet echt gaan kiezen, wat Bert zegt. En dat zijn harde keuzes. En als je en ja, wil, dan moet er dus meer belasting betaald worden. Dus ja, maar het zou dus kunnen dat het kan verschillende kanten op, denk ik. Het kan een utopische en een dystopische kant op. In een dystopische wereld dan is de overheid die heeft met macht en autoriteit en geweld het monopolie over dat geld. En die dwingt mensen om te doen wat ze willen. En in een utopische wereld gebeuren dingen op vrijwillige basis. Dat is een beetje het libertarische, de libertarische manier van ernaar kijken. En in die wereld daar zul je dus altijd ook zien dat de overheid kleiner wordt gemaakt in die wereld. Mm-hmm. Want we beslissen zelf wel of we dat het geld waard vinden. En dan zie je ook het paradigma van het lokalisme. Wat Nassim Taleb ook als filosofische ideologie heeft. Waarbij je zoveel mogelijk macht zo lokaal mogelijk neerlegt. Een beetje zoals Zwitserland in de kantons, die best wel klein zijn, veel meer macht heeft dan dat je dat op staatsniveau zou doen. Kijk, en dan zou het kunnen zijn dat je zegt van oké, er komt een virus binnen. Als mensen ziek worden, dan kost dat heel veel aan zorg. Als we lockdowns nodig hebben, dan kost dat heel veel aan economie. Dus wij gaan dat virus bij voorbaat uitroeien. Kijk, waarom zou je het virus moeten uitroeien als je zegt, ja, we hebben toch geld om alles te fixen wat er misgaat? Kijk, als je voorkomt dat je een lockdown moet, als je voorkomt dat mensen, heel veel mensen zorg nodig hebben, als je onrust voorkomt, dan scheelt dat ook al die economische kosten. Dus dat ben ik wel met je eens. Alleen of je nou van een dystopisch of utopisch toekomstbeeld uitgaat, met zo'n goudstandaard moet je gewoon beter na gaan denken wat je met je centen doet. En dus je moet ook hardere keuzes gaan maken. Precies wat je zegt. En is niet mogelijk. En dat kan je als bevolking zelf beslissen in een utopische, in een betere toekomstsituatie. Of je hebt een regering die dat oplegt. Linksom of rechtsom, je moet wel gaan kiezen. Weet je, wil je AOW en wil je bijstand? Ja, dan zal je waarschijnlijk meer belasting gaan betalen. Want je kan niet zomaar bijprinten in ieder geval. Dat kan niet. En bijlenen is ook lastig, omdat andere landen het je gewoon minder snel lenen waarschijnlijk. Dus ja, dat is een beetje het lastige met die hele gold standard. Ik zie er wel hele positieve dingen aan. Namelijk dat mensen wat beter na gaan denken over hun geld en over de toekomst. En een wat langere tijdshorizon hebben. Maar ja, er zijn ook dingen als bij de goudstandaard. Ja, je bent een beetje gebonden aan de groei waarmee de goudhoeveelheid groeit. Harder dan dat groeit jouw economie niet, zeg maar. Want ja, je kan niet meer kopen. Stel, je gaat meer produceren, je wordt efficiënter, je productie gaat omhoog, meer waarde wordt er geproduceerd in je economie. Als de geldhoeveelheid hetzelfde blijft, ja, dan kunnen mensen dat dus niet kopen. Dus met goud was het zo, ja, weet je, als de economie harder stijgt dan dan je goudhoeveelheid, dan heb je deflatie volgens mij. En dat levert wel hele interessante situaties op. Bij Bitcoin wordt het op een gegeven moment zo dat jouw Bitcoin hoeveelheid helemaal niet meer stijgt. Dus als alle 21 miljoen Bitcoins gemined zijn, zou dat dus ook betekenen dat onze economie niet meer groeit daarna. Want ja, meer
dan dat kun je niet kopen. Of de spullen moeten goedkoper verkocht worden. Dat zou ook nog kunnen, maar... Ja, het zijn wel dingen... Wel. Maar, sorry? De economie groeit nog wel, alleen... de eenheid waarin die uitgedrukt wordt niet. Dat is natuurlijk veel. De productie zelf groeit nog wel. Dus je krijgt inderdaad deflatie. Ja, nou ja, goed, maar dat wordt dus wel een heel interessant systeem, wat we eigenlijk nog nooit echt hebben meegemaakt voor langere perioden. Het zal echt een change of mindset teweeg moeten brengen voordat het zou werken. Zowel op hoog niveau als bij de normale man op straat, zeg maar. Ja, nee, dat sowieso inderdaad. En ja, nou ja, goed, weet je, dit stukje over die economische groei en hoe die loopt met het ontdekken van nieuw goud, zeg maar, met de groei van de goudvoorraad. Ja, daar moet ik nog eens verder in duiken. Dat is voor deze vraag misschien een beetje te diep. Maar voor mij ging er wel weer een luikje open waarvan ik denk, nou, die goudstandaard, daar zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. En daar gaan we misschien ook wel iets te gemakkelijk overheen, zo nu en dan in de Bitcoin-wereld. Nou ja, goed. Jefta, dat is flink wat waar voor je geld, denk ik. Laat maar weten wat je er van het antwoord vond en of je er wat mee kan. Hey Peet, jij had gezegd die 20.000, want daar zijn we doorheen, jongens. Ja, hallo. Ja. Jij zegt die 20.000 die doet ertoe. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar ik denk dat jij daar toch weer wat verder over nagedacht hebt. Dus weet je, enlighten us, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Nou, kijk, we hebben er een beetje een handje van, denk ik. Nou, Bert en ik sowieso. En jij ook wel, Bart. Ik weet niet hoe het met Bram is. Maar om niet te vaak stil te staan bij de prijs. Dat je al vrij snel zegt, nou ja, weet je, dat is onbelangrijk. We're in it for the tech. Of ja, we zeggen van ja, het is vooral de langere termijn. Het is voor de rest vooral ruis. Het is niet onbelangrijk. Het heeft niet de hoogste prioriteit, zeg maar. Het is niet het meest belangrijk. Ik zag daar een hele mooie tweet over... deze week, volgens mij van Paul Buiting, dacht ik. Hij zegt... Being long Bitcoin but not caring about the price is being in a long-term relationship but not caring about the sex. Of course these price moves are fun. Enjoy them. Dat is wel wat het is, weet je. Ik bedoel, een relatie draait ook niet alleen om seks, maar goed, weet je. Ik bedoel, het is er wel onderdeel van. Voor de meeste mensen, als je een relatie hebt. Dat is als Bitcoin en lastig te begrijpen natuurlijk, maar... Vrouwen? Wat? Wat? Past daar een USB-stick in? Maar goed, vertel. Ga verder. Ja, we vinden de prijs wel mooi hoor. Kom op, Peet. Hou even op. Precies. Nee, maar dat is een beetje het punt. Dus ik dacht... ook van alles. Ik heb een aantal podcasts geluisterd en ik las nog eens over wat er allemaal gebeurd is. En de berichtgever van deze week dacht van ja, wacht even. Volgens mij moeten we er dit keer wel wat langer bij gaan stilstaan. Dat die 20k is gesneuveld. Dat glazen plafond kapot is gebeukt. En dat als je er echt even bij stil gaat staan. Hè, in 2009 market cap van $0. En in 2020 een market cap van $430 miljard. En ja, dat is best wel... Ja, geniaal en bizar. En heel veel, het is heel veel tegelijk. Ja. En ik denk, daar moeten we eens even bij stil gaan staan. Want het is ten eerste echt niet vergelijkbaar met die vorige bullrun. Toen vloog in 3 weken tijd die koers van 10k naar 20k toe. De berichten vlogen je om de oren op Telegram, in de Telegraaf, de taxichauffeur, de bakker op de hoek, CNBC. Echt... Iedereen had het erover, maar de cijfers waren eigenlijk een beetje betekenisloos. Het ging maar door. Waar is het einde? Een soort scorebord dat maar omhoog ging, maar omhoog bleef gaan. En dat op zichzelf heeft al best wel een indruk achtergelaten. En daar kwam dan een klap achteraan en het luidde een bear market in. Met andere woorden, echt een hele stevige psychologische grens is daar neergezet. En eigenlijk is de vraag sindsdien geweest, hoe... En wanneer komen we weer boven die 20k? En alleen daarom is het eigenlijk al een gebeurtenis op zich dat we er doorheen zijn. Ja, dat het gewoon gelukt is überhaupt, weet je. Want we zeiden het natuurlijk wel 3 jaar lang. Maar ja, het moest nog wel gebeuren. En in maart zat ik er toch iets anders bij, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou ja, precies. Precies dat, weet je. En dat zag je ook, hè. Het ontplofte echt gewoon overal. Op Twitter en ook weer de meeste media ook weer erover berichten.
Maar ook toch, deze ook week ook wel wat betere, een paar betere artikelen. Ik zag Telegraaf had zelfs over Michael Saylor een soort profiel geschreven. Profiel. Ja, dat was best leuk in elkaar. Ja. Heel leuk geschreven. Ik heb het er ook voor gecomplimenteerd. Goed gedaan, Theo. Ik weet niet of je deze podcast luistert, maar bij deze nog een keer. Nou, lijkt me wel, Theo luisterde al vanaf het begin, voordat jullie er al bij zaten zelfs. Weet Kijk. Ik, toevallig. Heel goed. Misschien luistert hij nu niet meer, maar... Nee. Maar goed, ja, dus alleen daar dacht ik al van, oké, prijspraat. Meestal zeggen we ruis, maar laten we nu gewoon eens dat aan de kant zetten en daar wel verder op ingaan. Die ruis is vaak op termijn van dagen en van weken en niet op termijn van maanden en jaren. Dan heeft het daadwerkelijk wel een functie. En dat heeft ook te maken met hoe je tegen Bitcoin aankijkt. Je kunt het heel sociologisch beschouwen. Eigenlijk is die discussie die jullie net voerden, zit een beetje in die scope, in die context. Want als je die vraag gaat beantwoorden, van wat als, en je voegt daar de woorden Bitcoin-economie aan toe, en dan moet je ook rekening houden met een onwijs verschoven samenleving in hoe er gedacht wordt over geld en waarde en welke termijn mensen denken. Maakt het super ingewikkeld om erover te redeneren. Dat is een perspectief op Bitcoin, want die zet allemaal van dat soort dingen in beweging. Het is natuurlijk ook een technologische doorbraak, maar ook een economische. En net zo belangrijk als al die dingen die we normaal bespreken, zijn natuurlijk de incentives en de aanmoedigingen en de beloningen, de speltheorie van Bitcoin. Neem zoiets als de interactie tussen prijs en veiligheid. Bert heeft daar begin van het jaar, rond de halving denk ik, best wel uitgebreid over geschreven. Bij een prijs van 20.000 hebben we een budget van $18 miljoen per dag. Als veiligheidsbudget, zo zou je dat kunnen zien. Met iedere halving wordt die minder. In 2032, met dezelfde prijs, is dat nog maar $2,2 miljoen. Nog 10 jaar later is dat nog maar $200.000. Dus die Bitcoin, je kunt zeggen, is afhankelijk van die prijsstijging. En wat was dat ook alweer? Even voor de mensen die dat artikel, heel kort hoor, maar wat was dat budget ook alweer? Als ik die 2 ton heb over 20 jaar, wat kan ik daar dan mee? Of die 18 miljoen nu? Zeg maar, wat is dat voor veiligheidsbudget voor Bitcoin? Dat zijn de totale opbrengsten van alle bloks die er gemined worden. Dus er zijn 900 bloks per dag, gemiddeld 10 minuten. 900 keer de bloksubsidie is dan... 900 bitcoins per dag keer 20 miljoen is 18 miljoen. En dat krijgen dus de miners. En als ze dat direct zouden verkopen, zouden ze dus 18 miljoen per dag onder elkaar verdelen. Nou, op lange termijn is dat proportioneel tot je rekenkracht. En dat betekent dus dat zeg maar de kosten die miners maken, die komen heel erg in de buurt van die 18 miljoen. Want als de kosten om die 18 miljoen te minen bij elkaar maar 10 miljoen zouden zijn, dan is er dus ruimte voor miners om mee te gaan doen en de rekenkracht omhoog te brengen. Net zolang tot de kostprijs van het minen van bitcoins in de buurt ligt van... De opbrengst. Dus in de buurt van die 18 miljoen. Dus zo zou je het kunnen zien. Dus eigenlijk de totale de investeringen die ze doen. Dus aan hardware en aan gebouw. Plus de operationele kosten. Dus de stroom die ze gebruiken en de mankracht. Nou, als je dat zo'n klein beetje gaat omrekenen naar units, naar rekenkracht, dan kom je erop neer dat, dan zou je dus zeg maar heel grofweg kunnen zeggen dat de opbrengsten per dag, dat ongeveer is wat er besteed wordt aan die rekenkracht op lange termijn. Oké, duidelijk. Precies. En dus zou je kunnen zeggen, Bitcoin is min of meer afhankelijk van die prijsstijging. Number go up zit daadwerkelijk wel een... er zitten argumenten achter, er zit een verhaal achter. En dus doet de prijs ertoe. En dus is het belangrijk dat die 20.000 eraan is gegaan. En je zou zelfs kunnen bepleiten dat het belangrijkste is, dat het nog belangrijker is dan de technologie en de sociologie en allerlei andere aspecten van Bitcoin. Je zou kunnen bepleiten dat het hier gaat om een monetaire revolutie. Hoe mensen denken over geld, hoe mensen denken over waarde. En alleen al de gedachte dat er in, nou ja, laten we zeggen, pak een beetje 10 jaar tijd, 11 jaar tijd, zoveel mensen en bedrijven zijn die in die korte periode Bitcoin betekenis hebben gegeven als store of value en als digitaal goud. Het is maar een verhaallijn, maar dat is nu wel aan de hand. Dat vind ik echt fascinerend. Als je het uitdrukt
ten opzichte van de waarde van de goudmarkt, heeft Bitcoin toch al 1 of 2% daarvan opgeslokt. En echt in een korte periode. Goud bestaat al duizenden jaren. Bitcoin komt net kijken. Weet je? En een andere reden waar ik aan dacht, en dat heb ik ergens gelezen of langs, ik weet niet precies meer waar. Maar het is ook een belangrijk moment voor mensen die echt skin in the game hebben gestopt. Denk aan allerlei partijen die hun ziel en zaligheid in de Bitcoin-markt hebben gestopt. Die daar bloed, zweet en tranen in hebben zitten. Die erop hebben gegokt. Die hun levenswerk hebben gemaakt. Nou ja, Anycoin Direct is een bedrijf. Je verbonden eigenlijk aan Bitcoin. Je hebt je daaraan gecommitteerd. En deze doorbraak is toch een bevestiging van ja. Weet je, ja, absoluut. Zeker van toen we in 2013 zijn begonnen. Kijk, je had een bepaald beeld van waar je denkt waar het wel eens heen zou kunnen gaan. En dat het dan ook op dusdanige manier zich uitspeelt. Ja, dat is fantastisch. Ja, precies. En het geeft ook een gevoel van ik had het bij het juiste eind. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor allerlei adviseurs die misschien vermogende klanten hebben verteld. Van ja, weet je, ik denk toch dat je hierin moet investeren. Ik geloof dat dit belangrijk is. En die zetten hun reputatie op het spel. En die hebben daar kennelijk gelijk in gehad. In ieder geval op dit moment. Weet je, er is dus een moment geweest dat niemand meer bitcoins had. Waar verlies op werd geleden. Nou, dat is ook een gek idee natuurlijk. Dat hebben we lang niet gehad. En andersom is het ook zo. Alle journalisten en verhalenvertellers die Bitcoin bestempelden als bubbel. Die moeten ook even achter hun oren krabben. Van ik weet niet precies wat het dan wel is. Maar kennelijk geen bubbel die was geknapt. Want ja, die blazen zichzelf niet nog een keer. Ja, wat grappig is, Peet, we hebben natuurlijk al vaker, hè, Bert heeft wel eens verteld over het Lindy-effect. En jij kwam vorige week met je raam, hoe heette dat window ook alweer? Overton window. En je ziet het hier voor je neus gebeuren. En ik denk dat bijna het fascinerende is. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat ik met Wijnand, dat we voor de eerste keer die podcast aan het maken waren. En ook op werk. En als ik net na die bullrun. En dat je daarna gewoon, ja, niemand het echt over Bitcoin. Het was het veel blockchain en ICO's. En wat hadden we daarna? Initial exchange offerings en dat soort gekkigheid. En je ziet gewoon langzaam, toen kwamen de central bank digital currencies. Nou, die zien we nu nog steeds. Maar je ziet dat window verschuiven. En je ziet mensen nu van, ook op nu.nl, ook in tweakers. Natuurlijk nog heel veel reacties van, het is een piramidespel. Of koop XRP, XRapid, whatever. Maar je ziet ook heel erg veel mensen, of steeds meer mensen, die zeggen van, nou ja, ik weet het niet hoor jongens. Maar ik heb een beetje gekocht. Baat er niet, dan schaadt er niet bijna. En op mijn bankrekening krijg ik ook niks. De rente is nul op alles, behalve consumptief krediet. Ja, ik weet het niet, maar ik ga toch maar, gokje wagen niet. Maar ik heb erover nagedacht en ik wil een beetje bitcoin hebben. En je ziet het voor je neus gebeuren. En misschien is dat wel het magische eraan. Het sentiment verandert echt duidelijk vooral inderdaad in wat je zegt, reacties onder artikelen, een beetje op mainstream media. Ik keek daar 3 jaar geleden of nog langer geleden naar. En nou, en daar bekijk het verschil. Dus opmerkelijk. Ja, het wordt echt meer kleurig. Hè? Zeg maar die ondertoon van dat het een scam is of dat het lucht is, dat was altijd heel sterk aanwezig. En dat begint nou een beetje te verwateren. Ten faveur van andere verhaallijnen. Dat is super mooi. En er is nou ook nog een. Eigenlijk ook zeggen, het is ook het einde van een meme. We hebben de afgelopen 3 jaar best wel vaak gezegd, ja jongens, dat institutionele geld, dat staat echt aan de zijlijn te wachten. Ja, de institutional investors inderdaad. Precies. Ja. Maar verrek, weet je, dit is wel het jaar waarin dat dus gebeurd is. Nou ja, ik bedoel niet dat het gebeurd is. Precies, waarin ze dus de markt aan het betreden zijn. En namen als Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, Larry Fink, Alan Howard. Bedrijven als MicroStrategy, Square, PayPal, MassMutual, Ruffers er laatst bijgekomen. En al die partijen, of dat nou de rijke individuen waren, de miljardairs, of de beursgenoteerde bedrijven, die hebben allemaal argumenten gegeven die Bitcoin weer als investering legitimeren. En dus die bijdragen ook aan dat verschuiven van dat raam waar ik het net over had. En de meeste, al die namen die ik net noemde, zijn allemaal namen, allemaal spelers die dat deden voordat die 20k sleuvelde. Dus die geloofden daar al in. Die geloofden ook in dat het glazen plafond eraan zou gaan.
En uiteindelijk is het denk ik, staat die 20k staat denk ik voor de markt en ook wel voor mij als een stuk validatie voor heel veel actoren binnen het ecosysteempje. Nou, pje, ecosysteem is het inmiddels, waar je u tegen zegt. Ik verwacht toch wel dat wat we nu zien, dat alleen maar in kracht toeneemt. Want ja, Bitcoin is toch typisch zo'n instrument die interessanter wordt naarmate die waardevoller wordt, naarmate de prijs stijgt. Dat zit opgesloten in die in de mensbeet achter. Ook Dat is helemaal niks Bitcoin op in. Maar dat is helemaal niks vies of zo. Ik bedoel iets van waarde. Kijk tuurlijk hè, alle goldbugs zeggen altijd van ja, goud dat zit in computerchips en whatever. Joh, de hoeveelheid goud die wij in kluizen hebben liggen en de hoeveelheid moeite die we doen om het uit de grond te trekken staat niet in verhouding met het minieme beetje goud dat in chips gaat. Dus blijkbaar vinden we daar we weten allemaal hoe moeilijk het is om het uit de grond te halen. Dus we weten ongeveer hè, die stock-to-flow en dergelijke voor goud. Nou, en met fiat geld is het niet anders in de zin van dat gaat ook om vertrouwen. Vertrouwen in je overheid, vertrouwen in je instituten, vertrouwen in je wetgevende macht. Dus dat en bij Bitcoin, hoe langer het blijft en hoe langer het niet kapot gaat eigenlijk, hoe meer vertrouwen mensen hebben. Ja, dat en dat is fascinerend om voor je neus te zien gebeuren. Precies. Ja, dus, dat is geniaal. Ja, dus nou, om even af te sluiten. Ik denk dat die 20k aan de ene kant een hoofdstuk afsluit. Een hoofdstuk van 3 jaar bear market. Maar ook een aantal verhaallijnen. En eigenlijk weer een nieuw begin markeert. Waarvan we niet weten hoe het zich gaat ontvouwen. En dat is natuurlijk super tof. En dan komen we denk ik op het punt van Bert's Uncharted Territory bijvoorbeeld. Maar ook de vraag van joh, hoe gaat dit nou verder met de institutionals? En blijft Bitcoin Bitcoin? Dat is ook een vraag die ik regelmatig hoor. Maar dat zijn weer andere onderwerpen. Dus dit zijn eigenlijk allemaal redenen om ik dacht van, weet je, die 20k die doet het toe. En veel meer dan al die andere all-time highs die we de afgelopen tijd langs hebben horen komen. Ja, dat was ook, kijk, tuurlijk, weet je, op een gegeven moment één iemand zegt all-time high en dan moet je met z'n allen meedoen en dan feliciteer je elkaar. Maar het voelde toch een beetje ja, een beetje half. En dit is de 20k, hier gaat het om. Dus inderdaad, ben het helemaal met je eens. Goed dat we dat even benoemd hebben. Bert, jij neemt diep adem, dan weet ik hoe laat het is. Ja, wie van jullie had, als je had geweten hoe we er nu voor zouden staan qua prijs, qua koers, qua grafiek. Wie had er dan op 15 maart meer Bitcoin gekocht? Toen die $4000 was. Wie niet, zou je kunnen beter kunnen zeggen. Ja, ik heb het gedaan, Bert. Maar ik moet jou heel eerlijk bekennen dat ik een dag daarna ook weer direct een stuk verkocht heb toen die nog een keer door de helft ging. Ja, echt. Ik had... retailer. Nee, maar ik had bijgekocht op €6000. En toen daarna ging die natuurlijk, toen diezelfde avond nog, toen had je die hele crash waar alles kapot ging, toen die naar 3000 ging of zo. En toen de volgende dag stond die op 4000, 5000. Toen dacht ik van ja, en toen was toch corona en toen kwam die FUD. Toen dacht ik van ja, hou ik mijn baan wel bijvoorbeeld of whatever. Dan is het toch misschien handig om, laat ik zeggen, met een positief banksaldo die crisis in te gaan in plaats van met whatever ik had uitgegeven. Nee, dus, precies. Maar goed, dus ja, je rekent nu even in euro's. Hè, maar als je dus even kijken in euro's. Nou, er is best wel een paar dagen geweest dat je redelijk, zeg maar zonder dat je heel erg hoefde te stressen, dat je voor €4000 kon kopen, denk ik. Hè, want ze heeft een tijdje rond de $5000 gezeten. Ja, weet je, het is toch zelfs wij, ik zag Bram ook heftig knikken, weet je, zelfs wij, ik bedoel, wij zitten toch wel redelijk in de top van de piramide qua bulls, zeg maar. Ik bedoel, wij hebben namelijk de hele bear market, hebben wij gewoon onze halve week erin gestoken. Zelfs wij zeggen, ja, shit, als we dit hadden geweten, hè, dan. En dat is ook onderdeel van wat er nu is gebeurd. Hè? Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. We hebben het rondom de halving gehad over de efficiënte markthypothese of het efficiënte marktmodel, wat er toen van gemaakt is, van het kunnen redeneren over welke informatie, welke kennis is al verwerkt in de prijs. En toen zeiden ook, ja, weet je, een halving, dat is, we hadden het over de Lindy-effect, hè, van een halving, dat is toch weer een punt waarop dingen mis kunnen gaan. Die doom loop van die miners en zo, allemaal dat soort dingen. En
Die 20.000 is ook zo'n punt waarop het mis kon gaan. Want de vorige herinnering aan die 20.000 is dat het hele netwerk vastliep. Ja. Weet je wel, je kon transactiefees van honderden euro's, je kon helemaal niks meer. En mensen werden gek. En Peter Schiff die kwam nog even, haha, hoe weten jullie dat die 19.000 die jullie nu gezien hebben, dat het niet een dubbele top is? Dat is natuurlijk een heel sterk reversal pattern. Dus als je helemaal uitzoomt op de kaart, hij gaat van 0 naar 20.000, nog een poging op 20.000, daarna gaat hij terug naar 0. En zo zit Peter Schiff in de wedstrijd. Hoe weten jullie dat het niet een dubbele top is? Weet je, dat argument is van tafel, net zoals nu het argument van tafel is dat de halving mislukken zou in 2020. En dus het feit dat we met een sterk volume boven de 20.000 zitten en daar nu gewoon in alle rust, het netwerk doet het gewoon, in alle rust kun je nu gewoon verkopen. Iedereen die wilde verkopen op 22.000, die kan dat gewoon rustig doen nu. Maar mensen doen het niet. Nee, maar Bert, weet je wat ook het ding is? Het is die efficiënte markthypothese theorie, weet je, die werd ook wel een beetje verkeerd geïnterpreteerd in de zin van alsof iedereen alles wist. Het gaat er volgens mij meer om dat alle informatie die er is, hoe meer die beschikbaar is, hoe efficiënter die markt. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet nog wel en niet risico kunnen nemen en hun eigen inschatting erop los kunnen laten natuurlijk. Nee, het ging over de vraag of het risico van de halving al wel of niet verwerkt is. Het effect van de halving al wel of niet verwerkt is. Dus als je zeker weet dat de halving zorgt voor vermindering van supply en het aanbod en de vraag blijft gelijk, dan stijgt dus de prijs. En als er geen risico in die halving zit, dan betekent dat dus dat nu de prijs al zou moeten stijgen. Ja, om te weten dat de halving gaat plaatsvinden. Ja, daar hebben we het toen over gehad. En met die gedachte zou je moeten zeggen van, nou, waarom is Bitcoin niet al een miljoen? Nou ja, blijkbaar zit er dus nog daadwerkelijk risico. Mensen zien dus daadwerkelijk nog risico. En nou, er is dus nu met die 20.000 die weg is, is er dus ook weer een stukje risico weg. Het risico dat die 20.000 een soort van bovengrens is, dat risico is blijkbaar weg nu. Ja. Dus het opent ook letterlijk weer een deur. Het haalt iets weg wat er was. Het haalt een angst weg, een risico weg, een fut. Weet je, het is allemaal van tafel. En dat kun je allemaal achter je laten. En wat je natuurlijk ook in maart had. Weet je, ik bedoel, het toont alleen maar aan dat we allemaal mensen blijven. En op ik bedoel, die pandemie, zeker in maart. Ja, niemand wist wat, weet je. Is dit Spaanse griep all over again? Dit had niemand van onze leeftijd ooit in zijn leven meegemaakt. We hebben nooit oorlogen meegemaakt. Dit is zo'n impact. Ja, als dan de hele markt in elkaar pleurt, inclusief goud, inclusief aandelen, en Bitcoin gaat erachteraan. Ja, weet je, ik dacht... We hebben altijd tegen elkaar gezegd, ja, Bitcoin, zeg maar, het momentum voor Bitcoin is als we ooit nog eens een crisis krijgen. Toen kregen we de crisis. Dat was niet de crisis die we in gedachten hadden, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, dat is altijd als je... Je weet natuurlijk nooit precies hoe het eruit Maar goed, ziet. Ik heb ervan geleerd. Ik heb laatst, toen we naar 16.000 gingen, toen heb ik netjes de dip gekocht. En dat heeft dat rendeert prima. Dus goed, wat dat betreft prima. Maar goed, even één ding, want ik zat naar Peters verhaal en zijn lijstje te kijken. Ik zeg, want een van die dingen die wel genoemd wordt altijd is, de prijs vinden we niet belangrijk, want het gaat ons om het principe of de ideologie of de technologie. Maar wat we ons moeten realiseren dus, is dat de prijs, en dat heeft Peters perfect eigenlijk op allerlei manieren belicht, de prijs is onlosmakelijk verbonden aan die technologie, is onderdeel van die technologie. De technologie bestaat niet zonder de prijs. En dus is die ook daadwerkelijk wel relevant. Dus. Precies. Samenvatting. Ja, mooi. Ik denk het allemaal over eens zijn. We hebben hier gewoon een legendarisch momentje achter de rug. Het is goed dat we even gefeest hebben. En we gaan door naar de orde van de dag. Namelijk... Precies. Bram en Anycoin Direct. Ja. Want ja. Peter, vorige week, en Bram, je hebt precies een avond gehad om je daarop voor te bereiden. Welkom in onze workflow. Peter had vorige week opeens een soort van ingeving van, ik wil een of ander enorm marktonderzoek gaan doen. Eigenlijk gewoon een beetje demografische kenmerken van wie koopt nou wat? Zijn die Friezen nou, hebben die nou echt, of die Groningers, pompen die nou zoveel gas uit de grond? Zetten ze dat echt om in Bitcoin? Zijn ze eraan het fracken? Wat zijn ze aan het doen, weet je wel? En goed, dus ik denk dat we hebben een paar vragen. En ik snap ook dat, ik denk niet dat jullie ten eerste alles bijhouden. En ten tweede is misschien kan je niet alles zeggen. Maar zijn er wat interessante statistiekjes waar we het eens over kunnen hebben? Over de markt de afgelopen jaren.
Zijn er dingen veranderd? Ja, we zien toch wel duidelijk veranderingen. Zeker ten opzichte van laten we zeggen 2017. We zien gewoon een veel bredere spreiding in leeftijdsgroepen. Waar het in 2017 echt een vrij... De bulk van de users die had een vrij smalle leeftijdsbandbreedte, zullen we maar even zeggen. En die is nu toch wel duidelijk breder met ook meer uitschieters naar de buitenkant, zeg maar. Dus vooral ouder dan, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. Als je het over leeftijdscategorieën hebt, nou laten we... In 2017 was dat vooral 18 tot 30-jarige of iets dergelijks? Ja, ik zou nog wat smaller trekken. Ik zou echt zeggen tussen de 18 en de 27 waren toen denk ik wel het merendeel. Daar zat echt de piek. Waar die nu wat meer richting de 30 gaat. Ja, We zijn ook 3 jaar verder natuurlijk, dus die mensen zijn nu gewoon 30 geworden. het zijn allemaal gewoon dezelfde mensen. we zien gewoon ook, vooral in de categorie 40+, zien we gewoon een duidelijk groter deel van het klantenbestand dat dus boven de 40 is ten opzichte van een paar jaar geleden. Die mensen die vonden waarschijnlijk de vorige keer Bitcoin nog wat ongrijpbaar, abstract. Dat is het natuurlijk ook. Toen hoorden ze het misschien van hun tech-savvy neefje ergens bij het familiediner. En was het nog een beetje ver van een bedshow. Tegenwoordig is de markt gewoon een stuk volwassener geworden. Ook dat we natuurlijk onder toezicht staan. Nou, regulatie heeft... meer vorm gekregen. En daardoor gaat die groep mensen die vaak ook wat meer te besteden heeft, die gaat toch steeds serieuzer naar cryptocurrency kijken. Mede ook natuurlijk omdat er op de bank krijgen we natuurlijk ook geen spaarrente meer. Wat ze hun hele leven eigenlijk gewend zijn om wel ontvangen te hebben. Dus de mens houdt zijn ogen beter open voor alternatieven. En daar is cryptocurrency er gewoon een hele interessante van. Ja. Hebben jullie ten opzichte van 2017, die bull market toen, zijn het vergelijkbare volumes nu of is dat anders? Nee, het is nog niet zo hoog als dat het toen is geweest. Ik denk dat het vooral komt omdat koersstijging nou vooral gedreven wordt door de wat grotere belegger. Dus denk een beetje aan institutionele beleggers of ondernemers, beheerders van familiefondsen. Daar zien we nou grotere volumes van dan toen. En retail, die blijft daar nog wat op achter. Kijk, natuurlijk is er vanuit retail ook gewoon veel interesse. Maar het is niet laten we het mani noemen van eind 2017. Dat zien we nog niet terug. Mogelijkerwijs dat komend jaar daar het wel die kant op zal gaan. Maar daar zijn we nog een paar stappen voor, denk ik. Dat is wel interessant, hè? Want dan komen we overeen met die Google Trends die telkens op Twitter gedeeld worden, waar je dus ook ziet dat de zoekvolumes nog ver achterblijven bij 2017, hè? Toen je een enorme piek had aan zoekvolume. Ja, in 2017 kon je natuurlijk ook geen radio of televisie aanzetten of het ging wel over Bitcoin. Of inderdaad, zoals je al zei, bij de bakker om de hoek of waar dan ook. Ja, dat vooral. Dat vooral, inderdaad, hoor. Dat is er nu gewoon nog niet. En kijk, wanneer nu ook de magische grens van de 20k hebben doorbroken, zal het ook in de media vaker opgepikt worden. Het zal ongetwijfeld tijdens de feestdagen een gespreksonderwerp zijn aan verschillende tafels. Verschillende Zoom-sessies. Zoom-diners. Zoom-diners, inderdaad. En mogelijkerwijs dat wanneer dat balletje in de media weer wat meer gaat rollen, wanneer er weer wat meer aandacht is in een beetje de mainstream media, dat er dan wel weer een grotere toestroom zal zijn van dan wel nieuw geïnteresseerden die toen misschien ook al gehoord hebben, maar dachten van hé, dit is niks voor mij. En nu toch een keer achter hun oren krabben van hé, maar het was toch weg. Hoezo is het nou in één keer weer zo booming terug? De mensen die toen een beetje getwijfeld hadden, zullen nu denk ik wel mogelijkerwijs over de streep gaan. Mensen die toen geïnteresseerd zijn geweest en ermee bezig zijn geweest, maar misschien het op een laag pitje hebben gezet, die zullen ook toch wel even weer erin duiken van wat is er nou eigenlijk in de markt aan de hand en waarom stijgt het zo hard.
Ja, maar je ziet ook gewoon, weet je, alle seinen staan gewoon op groen. Als je gaat kijken naar, ik zit heel even snel wat dingetjes erbij te pakken, maar mm-hmm. ja, als we kijken een beetje 2015, 2016, toen, ja, dat was ook geen vetpot, maar toen kreeg je nog 1% op je spaarrekening, om een voorbeeld te geven. Ja. Ik bedoel, ja, weet je, werd je ook niet rijk van, maar... Nee, het is voor het gevoel voornamelijk, hè, want kijk, of je nou 0,1 krijgt of min 0,1, dat is niet zo'n groot verschil. Bij 0,1 ga je ook achteruit ten opzichte van de inflatie, maar het is het gevoel dat je nog iets krijgt. Ja, precies. En toen in 2015 was het nog gewoon bijna 1%. Dus dat, nou ja, dat scheelt daadwerkelijk nog iets, laat ik het zo zeggen. Maar mensen beginnen dat nu, weet je, het is nu al het tweede jaar op rij dat je in het nieuws leest van wanneer ga je negatieve rente krijgen op publieke, op de spaarrekening van jou en mij, zeg maar. Dat begint en nu hebben we de coronacrisis erbij. Nou, er wordt als een gek worden de steunpakketten uitgedeeld. Ja, weet je, mensen zijn toch wel... Voor veel millennials is een huis te duur. En je kan niet een half huis kopen of een schuurtje. Dat is lastig. Ja, nog niet. Nee, precies. Nou ja, wie weet komt dat nog. Maar in ieder geval, uiteindelijk gaan mensen wel op zoek. En ik heb het idee dat dat nu wel echt aan het beginnen is. En ja, zo'n prijsstijging, dat helpt daar natuurlijk wel bij... om daar wat vaart achter die zoektocht te zetten voor veel mensen, denk ik. Ja, en het maakt het onderwerp ook weer iets meer sexy dan wanneer het al anderhalf jaar naar beneden aan het gaan is. Ja. En hij staat op 5000 en van vorige week of vorige maand stond hij nog op 7000, whatever. Ja. Daar is minder trek. Spreekt minder tot de verbeelding dan wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Hey, hoeveel mensen werken er eigenlijk bij Anycoin Direct? Op dit moment zitten wij met ongeveer 40 mensen op kantoor. Zo. Of ja, niet op kantoor op dit moment, maar werkzaam bij. Ja. Nice. Kijk uit hoor, bij die twee gasten. Voordat je het weet, heb je weer een red team advies aan je boek. ik was al aan het pennen. Maar... Ja, precies. Is dat gegroeid dit jaar? We zijn dit jaar ongeveer met 25% gegroeid. Misschien dat het 20 zal zijn, maar we hebben veel nieuwe collega's mogen verwelkomen. Die ook erg enthousiast zijn om ook in de cryptocurrency sector te werken. Ook onze werknemers zijn gewoon heel erg enthousiast over de markt en over de sector. Het is gewoon heel leuk om echt te werken met een team die ook echt passie heeft voor het product of de sector waar ze in werken. En als je nou kijkt naar de mensen die jullie aannemen en dan gewoon de mensen die al bij jullie werken... Hoe ziet zo'n bedrijf eruit? We spreken natuurlijk meer brokers. Mm. En je ziet dat iedereen heel erg naar development aan het kijken is. Dus zijn jullie vooral op zoek naar developers? Of wat voor mensen zijn jullie nou naar op zoek geweest afgelopen jaar? Sowieso natuurlijk developers. Die staat eigenlijk wel met stip op 1. Dus mochten er nog mensen in het zuiden des lands luisteren... die een development achtergrond hebben en graag een baan in de crypto willen... Stuur ons vooral een berichtje. Ik kan er wel eentje aanraden. Die schijnt heel goed Telegram bots met PHP-scripts te kunnen verbinden. Maar wie weet is die te duur hoor. Want die is inmiddels... zijn marktwaarde gaat enorm omhoog sinds een aantal weken. Ja, dat geloof ik. Hey Bram, maakt het nog uit welke stack? Of gewoon als je kan programmeren ben je welkom? Nee, het is wel een C-sharp programmeren. Okay. Alle C-sharpers? Ja. Meld je bij Bram. Absoluut, altijd welkom. Maar ja, naast developers is ook natuurlijk compliance een belangrijke afdeling die ook steeds meer zwaarte heeft gekregen door de jaren heen. Daar zijn we natuurlijk al lange tijd mee bezig om ervoor te zorgen dat natuurlijk alle vervelende praktijken niet op ons platform gebeuren of in ieder geval gedetecteerd en geweerd worden. Maar zeker met de registratie bij de Nederlandse Bank en alle eisen die daarbij komen kijken, is dat team ook zeker uitgebreid. En daarnaast is de operatie zelf, dus customer support, vinden we erg belangrijk. Wij geven graag heel persoonlijke service. Om dat serviceniveau te kunnen bieden, hebben we ook voldoende mankracht nodig die ook over de juiste kennis en competenties beschikt. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers waar we het meest in gegroeid zijn. Ook bij marketing hebben we natuurlijk wel wat uitbreiding gedaan. Ook om een nieuw platform meer goed in de markt te zetten en daarop de nodige aanpassingen in teksten, et cetera, te doen. Ik zou zeggen development 1, dan compliance en customer support. Ja.
Ja, cool. Hey, ik zie hier een leuke... Peter, ga verder. Ik bedoel, jij hebt hem op je lippen. De nummer één is ook het moeilijkste, denk ik. Developers zijn schaars. Ja. C-Sharp, ja, dat is misschien nog een kleinere pool dan, de gebruikelijke Python of PHP wereld, zeg maar. Ja, web development wereld. Ja. Moeilijk hoor. En dan, ik had nog wel een leuke vraag voor komend jaar. Want het hoogtepunt, dat zal denk ik wel gerelateerd zijn aan van dit jaar, zal iets te maken hebben ook met die 20k die doorbroken is. Ik kwam ook wel een registratietje waar nog wel een en ander om te doen was. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een leuk moment was. Wat we live gezet hebben. Dus 2020 heeft gelukkig naast het hele crisis waar we met z'n allen doorheen zijn en nog steeds inzitten, is 2020 natuurlijk ook heeft ook hoogtepunten gehad. En voor ons is dat natuurlijk twee dingen die er echt bovenuit springen. Zijn dan de lancering van ons nieuwe platform, waar we heel trots op zijn. En de registratie bij de Nederlandse Bank. Dat zijn wel echt twee punten die er ver bovenuit springen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat zo is. Maar dat die registratie wel met een bepaalde bijsmaak gepaard gaat. Ja, deels. Maar kijk, we zagen dit natuurlijk al lang aankomen dat onze markt gereguleerd ging worden. En daar zijn we eigenlijk altijd al voorstander voor geweest. Liever eerder dan later. Je wordt onder de loep genomen en er wordt heel kritisch naar je gekeken als organisatie en naar je processen. En daar wordt wat van gevonden. En daarin moet je aanpassingen maken. Dus het proces van de hele registratieprocedure was zeker uitdagend. Gelukkig hadden we de meeste dingen, die hadden we al wel in place zitten. Maar een aantal zaken, daar merkte toch van dat we daar wel op verschillende golflengtes zaten dan de Nederlandse Bank. En dat we elkaars golflengte daarin moesten vinden. En na een aantal gesprekken is dat goed gelukt. En dat heeft er ook in geresulteerd dat we als een van de eerste partijen de registratie hebben mogen ontvangen. Ja. Dus een nasmaak zou je kunnen noemen, maar bij mij is die zeker niet sterk. Ik kan me dat voorstellen met het zicht op volgend jaar, met de toezichtskosten die er aan verbonden zijn en onzekerheid daaromtrent, hè, met het aantal bedrijven dat potje moet gaan ophoesten. Ja, dat wordt dan toch ineens een pot. Ja, dat klopt wel. Maar kijk, de ondernemen in onzekerheid, dat zijn we inmiddels wel gewend in de cryptocurrency-industrie. Als we daar niet tegen konden, dan hadden we brood moeten gaan bakken. Dus wat dat betreft... ook lekker trouwens. Ja. Absoluut. Wel essentiële business is dat. Dus ja, absoluut. Ik ben heel dankbaar voor alle mooie bakkers onder ons. verder de onzekerheid, die is er. Maar dat is nou niet iets waar ik wakker van lig. Hey, en wat hebben jullie dan allemaal aan het platform veranderd? Want je zegt dat is het andere hoogtepunt. Begin Q2 2020 hebben we ons nieuwe platform gelanceerd. Daar hebben we natuurlijk heel erg lang en hard aan gewerkt. Het doel was daarbij om een toekomstbestendig platform te ontwikkelen, waar we gewoon echt vele jaren mee vooruit kunnen. We zijn ook daarom erg trots op het resultaat. Het platform is een stuk gebruikvriendelijker dan het oude. Voornamelijk door de order- en registratieflows waar wij gebruik van maken. Waarbij we de gebruiker echt aan het handje nemen. Door hem eigenlijk stap voor stap door een bepaald proces heen te loodsen. Waardoor hij op elke stap eigenlijk ook maar echt één ding hoeft te doen. Waar dan ook de toepasselijke vragen en uitleg bij kunnen staan. En dat die zo door het hele proces heen geleid wordt. En ook op het gebied van schaalbaarheid en het auditproof maken van ons platform zijn grote stappen gemaakt. Ja. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van event sourcing, waardoor eigenlijk alle acties die het systeem of onze mensen doen, altijd terug te halen zijn en ook niet te manipuleren zijn. Want elke actie die er in het systeem gebeurt, wordt opgeslagen in een zogenaamd event. En die zijn niet te manipuleren. Dus eigenlijk zitten de grootste veranderingen daar ook in de backend. Dat is het. Nu we het toch over projecties hebben in het verlengde van event sourcing. Hoe ziet 2021 eruit? Wat denk je dat het hoogtepunt van 2021 wordt? Nou, het absolute hoogtepunt zal denk ik zijn dat Satoshi Radio 1 miljoen luisters behaalt. Zo, mag er even een jingle bij, Bart?
Ik vind dus, het wel een, een John McAfee waardige uitspraak. Ja, je hoeft niks op te eten hoor, Bram. Dat, laten we dat even... Ja, zeker niet van plan, behalve misschien een chocolade bitcoin hier in de ja. Maar in 2021 zullen wij als bedrijf ons voornamelijk bezighouden met het binnenhalen van meerdere registraties en vergunningen binnen de Europese markt. We verwachten gedurende het jaar dus echt wel verschillende binnen te kunnen slepen, waardoor we ook in die landen actief onze service in de markt kunnen zetten. Daarnaast is bij ons natuurlijk de ontwikkeling van het platform altijd topprioriteit. Dus denk erbij aan het optimaliseren van user experience, de automatisering en optimalisering van processen, bestaande en nieuwe, en het toevoegen van wat nieuwe coins. En daarnaast hopen we natuurlijk ook nog dat de mooie koersontwikkeling die op dit moment gaande is in 2021 vrolijk doorgaat. Ik zelf hoop een beetje dat op gebied van prijsontwikkeling dat 2020 een beetje de 2016 was en dat we nu de 2017 ingaan. De tijd gaat het leren, maar de signalen zijn in ieder geval veelbelovend. Zowel op prijsgebied als op grote partijen die in Bitcoin stappen. En ik verwacht dat die trend zich wel voort gaat zetten in het komende jaar. Mooi, ik hoor goede moed en zin om verder te gaan. Nou, absoluut. Eigenlijk een beetje zoals wij er ook in zitten, jongens. Ja, in deze aflevering bedoel je. Ja, zo. Ja, heb je zin om door te gaan? Nou, ik weet, kijk, weet je wat dit is? Nou, eerst even voor de luisteraars natuurlijk. Hè. Ga checken. Ga naar anycoindirect.eu en dan kom je vanzelf op de goede taal terecht. Ik bedoel, nou, je hoort het al. Alles wat je wil is beschikbaar. En ga het eens bekijken. Het ziet er echt, complimenten. Het ziet er super strak uit, inderdaad. En, dankjewel. Ja, en wat ik zeg, ik weet nog wel. Ja, wat ik het vette vind, Bram, is dat toen we je voor het eerst de gast hadden met Wijnand toen nog op kantoor waar we toen werkten. Toen mocht het nog sowieso, inderdaad. En toen hebben we het dus voor het eerst gehad over die naderende wetgeving, want er was een richtlijn van de EU. En dat was AML D5. En nu dik 2 jaar verder zien we elkaar weer, zij het digitaal, en is de registratie binnen en ziet de website er beter dan ooit uit. Dus dat vind ik gaaf om daar een klein onderdeel van uit te maken. Dus, het is een mooie rit geweest de afgelopen tijd. En inderdaad ook leuk dat we de vorige keer eigenlijk over de vormgeving van de wetgeving hebben gesproken en dat het nu een feit is. Ja. Dus dat is ook zeker mooi. En dank voor de mooie woorden over het platform. Dat doet ons altijd goed om dat ook van mensen buiten onze eigen organisatie te horen. Ja, precies. Om dat nou de hele tijd tegen elkaar te zeggen. Vandaar dat je zoveel werknemers aanneemt. Om met z'n allen tegen elkaar... Ja, toch nog, hè? Ja, ik heb dat ook wel eens... Bertie schijnt dat ook te doen. Gewoon veel mensen aannemen en dan tegen elkaar vertellen. Toch Bert of niet? Zie je niet lachen, zeker. Dus dan is het de waarheid zeker. Waarschijnlijk. Dan heb ik een gevoelige snaar geraakt. Nee joh. Jongens, we gaan door. Want Peter die heeft zijn best... Bertje. Ik zit al een half uur te zwaaien om er een keertje tussen te komen. Oh, ik heb sorry. Nog twee vragen aan Bram. Ja. Ik hoor van ontzettend veel mensen dat ze iets zouden willen in de richting van automatisch elke maand een bedragje kunnen inleggen. Iets van dollar cost averaging of zo, wat je vroeger met Bitter deed. Doen jullie dat? Bieden jullie zoiets aan? Of overwegen jullie dat? Of bouwen jullie dat? Op dit moment bieden we dat niet aan, maar dat zijn zeker dingen in de user experience die we daarin graag toe willen voegen. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. We zijn de afgelopen tijd natuurlijk heel druk geweest met alle aanpassingen maken en doorvoeren die we voor de registratie benodigd hadden. Maar in het komende jaar gaat dat zeker een punt zijn waar we gaan kijken of we dat zo snel mogelijk kunnen uitrollen. Cool, oké, cool, mooi. Dankjewel. Een tweede vraag die ik had is, je hebt natuurlijk bij heel veel brokers, bij jullie ook, heb je limieten. En die kun je dan verhogen door allerlei dansjes te doen en door allerlei hoepels te springen en weet ik het allemaal. Gaan jullie die limieten laten meeschalen met de prijs van Bitcoin? En ik zeg het, je hebt een Bitcoin gekocht ooit, je hebt er eentje, alles spaargeld, je huis, je schoonmoeder verkocht, je hebt je ene Bitcoin, die is nu 20.000 euro en dat zit perfect in de limiet, kan ik verkopen, maar die is straks 2 ton. En dan moet ik hem in 10 dagen gaan verkopen. Weet je, hoe denken jullie daarover? Nee, dat is op dit moment nog niet geautomatiseerd in ieder geval. Dat zijn wel ook dingen waar we naar aan het kijken zijn. Kijk, op dit moment zouden je hebt gisteren een Bitcoin gekocht voor 20.000 en stel hij is morgen 200.000 en je wilt hem verkopen, dan zul je even contact moeten opnemen. Dan checken wij hoe je aan die Bitcoin bent gekomen. Nou, die heb je bij ons gekocht, dus dat is een kort onderzoek. En dan kunnen we die limiet toekennen. Dus in dergelijke situatie kunnen we wel snel schakelen.
Alleen het zou wel natuurlijk veel mooier zijn als je dat dynamisch mee laat bewegen door naar de handelstransacties van een bepaalde gebruiker te kijken. En dan in principe heb je al per definitie een source of funds voor dan wel de bitcoins, dan wel de euro's die van jou ontvangen heeft. Ja. Dus je zult wel een beetje moeten kijken. Ja, mensen geven natuurlijk ook weer euro's uit. Als je vandaag een ton ontvangt, dat betekent niet per se dat jij over 8 jaar nog steeds die ton hebt bewaard en kunt uitgeven. Er zitten wel een paar haken in ogen aan, maar we zijn wel naar dynamische limieten hebben we wel over gesproken en daar gaan we wel naar kijken. Cool, ja, want ik denk wel, dat is even voor jullie product owner, ik denk dat een van de user stories wel is van je hebt gewoon x bitcoins verzameld in de afgelopen jaren. En je denkt wel van oké, als die straks op 1, 2, 3 ton staat, dan verkoop ik 20% of zo. Mm. En ik wil nu vast mijn off-ramp gaan regelen. Dat het tegen die tijd er staat, dat het gevalideerd is, dat ik weet, nou, Anycoin Direct, daar is mijn limiet zodanig dat met die prijs dat ik dat gewoon eruit kan krijgen dan. Want zeker de mensen die er al wat langer in zitten, die weten ook, dat moet je niet last minute willen regelen. Weet je wel? Nee, want vaak als we in een periode zitten als eind 2017, dan kan het wel eens zomaar zijn dat er een wachtrij is voor mensen met dergelijke verzoeken. Dus, maar Bert, wat weerhoud jij om die limiet dan nu te verhogen? Dan doe je nu toch dansje en je hoepel? Ja, dat doe ik, maar dan is mijn limiet dus nu maximaal bij Anycoin Direct 20.000 euro. Dat is als je wordt hij in bitcoin genomineerd dan? Nee, het is juist in euro's genomineerd. Ja? Dat is juist het punt, zeg maar. Als ik nou een limiet van 20.000 euro heb, kan ik één bitcoin... Ja, precies. Maar mijn punt is dan, doe dan nog een dansje en maak die limiet 100.000 euro. Maar dat dansje is er nog niet. Nee, want als iemand... het dansje bestaat wel, alleen je kunt het dansje niet doen, want je hebt geen 100.000 euro in bitcoin. Stel, we krijgen vandaag de dag ook regelmatig die vraag van, kan ik niet een limiet vast van... Want stel, als die door het dak gaat, dan kan ik het vast hebben. Maar als ik vandaag... Als de klant dat vraagt, dan weet ik eigenlijk per definitie al van vandaag de dag heeft die klant die tegoeden dus niet. Alleen als ik hem wel de limiet toeken en hij gooit er alsnog transacties doorheen met dergelijke tegoeden, heeft hij die misschien uit illegale bron gekregen. Ja. Dus dat is een beetje de spagaat waar het bedrijf dan in zit om die limieten al vroegtijdig toe te kennen. In ieder geval genomineerd in euro's. Dan snap ik hem. Ah, cool. Ik vind het heel tof om te horen dat jullie erover nadenken, over dit soort dingen. Want dit is wel de tijd. Laten we even grofweg zeggen dat zo'n bull market 9 tot 18 maanden duurt. Dan zijn dit wel de maanden dat je dit soort shit moet gaan regelen. Vanuit jullie kant in functionaliteit en vanuit gebruikerskant in de interactie met een broker. Ja, dus cool. Ah, tof, dankjewel. Hey, dan gaan we verder. Want ja, echt. Ik wil toch beginnen met onze grote vriend Peet, Michael Saylor. Ik bedoel, ik zei vorige week nog van, waar gaat die gek het geld van? Wie gaat hem dat geld lenen? En nou heeft hij niet 550 miljoen, maar 650 miljoen geleend, hè? En bitcoins van gekocht. Heeft hij alleen nog niet bekendgemaakt hoeveel, hè? Dat deden ze normaal gesproken wel elke keer. Of heb jij dat toevallig gezien? Heeft hij al gekocht dan? Nou, dat volgens mij nog niet. Of in ieder geval, misschien is hij aan het kopen dat nu. Dat ze het gingen halen. Ja. Nee, hij heeft het opgehaald. Het is overscribed zelfs. Ja, het geld is binnen. Okay. Dus blijkt die gozer kan lullen als brugman. Dat kan niet anders. Ja, toch? Ja, nou ja, goed. Ik moet het hem nageven. Hij is... hij flikt het hem toch maar. Ik kan de ballen wel waarderen. Ik vind het nog steeds risicovol, maar... Wat ik wel geinig vind is dat hij in principe de 5 jaar rente die hij uitgegeven heeft op het schuldpapier waarschijnlijk in één keer zou kunnen aftikken. En nog steeds geld overhoudt. Zeg maar als het gelukt is als het al aangekocht is en dat was voor het moment dat die prijsstijging plaatsvond. Dus even hypothetisch, want dat weten we niet zeker. Dan kan die en al die rente in één keer aftikken en houdt er nog 75 miljoen dollar over. al die rente? Heeft hij voor 600 miljoen rente dan? Nee.
Nee, hij heeft voor. Hij heeft dus 550 of 650 miljoen dollar aan kapitaal om in Bitcoin te steken. Ja, dat snap ik. Dan krijgt hij dus x Bitcoin voor terug. Ja, als dat voor de prijsstijging het geval was geweest, dan heeft hij dus al rendement. Ja, dat snap ik. Op dat bedrag. En de rente op die schuldpapieren was iets van 0,8%, geloof ik. Voor een looptijd van 5-6 jaar. Nou, als hij dat zou afbetalen met het rendement dat hij haalt uit de ingekochte bitcoins, dan houdt hij nog een winst over van 75 miljoen. Ja, dus jij gaat er ook even vanuit dat je dus nog een gedeelte nodig hebt om de lening überhaupt terug te betalen. Ja. Nee, I'm just saying. Ik bedoel, voor het verhaal. Niet boos worden. gewoon even voor het verhaal. Jij begon over Michael Saylor, dus ik denk, maak er even een smeuïg item van. Ja, zeker. Nee, ik waardeer het. Alleen het is even voor de duidelijkheid. Als hij nu aflost, alles, lening en principal, dan houdt hij alsnog 75 miljoen over. Nou, ja, dat is makkelijk verdiend, zou ik zeggen. Precies. En dat gaat hard. Ja, en ik was even aan het kijken. Nou, want we hebben altijd dat sentimentenblokje. En ik zet gewoon eens even een aantal one-liners op een rij van dingen die ik tegenkwam sinds vorige week. Ja? Lees ze maar gewoon achter elkaar op. Dan kiezen we daarna wat precies, we... Ja, okay. Precies. Dus gordels vast. Floor is yours. Oké, dus Bitcoin schrijft een all-time high van rond de 23.500. Nou, dat weten we. Maar dat is plus 27% ten opzichte van de vorige week. Alan Howard, dat is een grote jongen in het wereldje. Die maakte bekend dat hij 600 miljoen dollar in Bitcoin heeft gestopt. Grayscale heeft nog eens 14.000 Bitcoin gekocht, ter waarde van 270 miljoen dollar. Ruffer maakt bekend ook een Bitcoin-positie te hebben. En ook niet zomaar eentje, gewoon ter waarde van 750 miljoen dollar. Northern Trust, die heeft zich bekend gemaakt als cryptocurrency custodian. De miljardair Ray Dalio, die is toch bullish geworden op Bitcoin. Die was altijd, er was niet echt over te spreken. Hij is omgedraaid. Hij noemt Bitcoin nu alternatief op goud. De Guggenheim-familie, daar hebben we het vorige week over gehad. Die was al bullish, maar niet dat ze zo bullish waren, wisten we niet. Want ze noemen hem op tv een prijsdoel van $400.000 per bitcoin. Je hoorde de presentator van het programma ook even slikken. Wat? Ja, wat? wat zijn bitcoin? 400, oké. Okay. De American Express, ja, die kennen we natuurlijk van het oude wereldje, die investeert in Falcon X. Dat is een all-in-one cryptocurrency platform voor institutionals. Een verzekeraar, MassMutual, die heeft een Bitcoin-positie ingenomen van $100 miljoen. Ja, dit is toch... Weet je, dit is zo even het rijtje one-liners dat ik oplees. En persoonlijk, ik vind MassMutual dus eigenlijk nog het belangrijkste in het rijtje. Want dat is toch wel een bijzonder verhaal. Dus het is een verzekeraar kennelijk... een signaal afgeeft aan een markt van jongens. Ja, ik kan daar wel iets over zeggen, want het is niet zomaar een verzekeraar, het is een levensverzekeraar. En wat een beetje het probleem tussen aanhalingstekens met levensverzekeringen is ten opzichte van normale verzekeringen, is dat de looptijd eigenlijk enorm lang is, namelijk een leven over het algemeen, hè, tot een bepaalde leeftijd of dat iemand dood is. Dus wat je ziet is dat levensverzekeringen die je oma, die nu uit moeten betaald worden, ze zijn bijvoorbeeld aan je oma, om een voorbeeld te geven, die zijn afgesloten in de tijd dat nog gewoon met pen en papier ergens in de archiefkast werd bewaard. Dus wat betekent dat? Het onderhouden van zo'n polis als verzekeraar is gewoon stervensduur. Zeker omdat dat van analoog naar digitaal is gegaan en overgetikt en overgetikt en overgetikt. Dat kost zoveel tijd om dat bij te houden. En dat was allemaal nog wel leuk in 1960 of 1970, toen je nog gewoon een rente had van 10%. Ja, weet je, dan kan je wel zo'n levensverzekering afsluiten en daar nog wat winst op maken. Ja, op dit moment is die rente er gewoon niet meer. Dus een levensverzekeraar die moet gewoon op zoek naar rendement, net als de rest. En waar je bij een normale verzekering is, die looptijd allemaal gewoon wat korter. En met banken, bankiers, die kunnen nog de kosten verhogen voor jouw bankrekeningetje op een jaar of noem het maar op. Ja, dat is hier allemaal wat lastiger. Dus ze gaan op zoek naar rendement. En wat ik met je eens ben, Peet, wat hier zo gaaf aan is, is dat je dat nu... Dit theoretische dingetje wat ik nu uitleg, daar hebben we het al tijden over. En je ziet het nu gebeuren. Dat is het verschil. Dit zeiden wij in 2017 ook al. Ik bedoel, dat is niet veranderd. Maar je ziet het nu. Je ziet nu daadwerkelijk een levensverzekeraar op zoek gaan naar rendement.
En hetzelfde geldt voor die Ruffer. Dat vond ik ook een hele interessante. Ja, zijn geen kleine partijen. En die zeggen gewoon, ja... eigenlijk wat Michael Saylor zegt, wat de rest zegt. Ja, we zien dit als hedge. We moeten gewoon een stukje hebben. En natuurlijk hebben we meer goud. En natuurlijk hebben we nog steeds meer dit en dit en dat. Maar we hebben ook Bitcoin. Het hoort gewoon bij een volwassen portfolio. En ja, dat is mind-blowing. Dat is echt, als je dat lijstje inderdaad opleest, het is mind-blowing. Het is ook bizar dat ze zeggen, we hebben het al. Hè? Dus ze maken bekend dat ze het hebben. Maar ik vind toch nog wel een belangrijk signaal dat zo'n verzekeraar afgeeft. Dat kennelijk voor hun, want hoe je het ook bent of keert, ze zijn natuurlijk conservatiever en voorzichtiger met hun beleid dan een hedge fund. Natuurlijk, ja, zeker. Maar dat maakt ze geven wel het signaal af. Voor ons is Bitcoin veilig en liquide genoeg om dit te doen. En dan ook gewoon met het geld dat ze hebben, waarmee ze de claims zelf betalen. Weet je, ze hebben het gewoon een in het centrum van hun portfolio een plek gegeven. En dat vind ik wel grappig. Nou ja, centrum. Het is 100 miljoen, hè, hebben ze gekocht. Laten we niet... Ja. Nou ja, ze hebben een deel van hun kapitaal hebben ze daarin geallockeerd. Ja, dat zeker. Ja. En we weten natuurlijk dat een deel allokeren in Bitcoin heel veel goed kan maken op het totaal. Dus ik begrijp dat ze niet de helft erin hebben gestoken. Dat zou waarschijnlijk niet zo verantwoord zijn. Maar toch, er zijn allerlei hedge funds die nog niet in Bitcoin zijn gestapt. En die zijn dus later dan een verzekeraar. Dat vind ik dan alweer komisch. Maar ja, is tof. Zal ik gewoon even doorgaan? Zeker. Ja? Ja. Ik kwam ook iets tegen van Gabor Gerbex. Ken je die naam? Nee. Echt niet? Nee. Nee. Dat is de baas of de baas van... Van Eck. Die altijd. Die is een tijdje regelmatig in het nieuws geweest. Die zaten namelijk achter die ETF. Bitcoin ETF. Ja, ja. En die tweeten het volgende. Het is dan een beetje geparafraseerd. Maar de kans is groter dat de gemiddelde persoon Bitcoins monetaire beleid begrijpt dan die van een centrale bank. Ik denk dat hij daar wel een punt heeft. En hij ziet daarin een hele belangrijke drijfveer voor de adoptie van Bitcoin. Dat mensen en bedrijven met een beetje tijdsinvestering begrijpen van boven naar beneden, diagonaal van top naar beneden, gewoon hoe Bitcoin werkt. Ja, buiten dat je het kunt begrijpen, kun je het ook voorspellen. In ieder geval het monetaire stuk daarachter. Dat gaat je bij centrale bank niet lukken. In ieder geval sowieso niet over 20 jaar bewijzen van, of nog verder. Nou ja, dat is heel complex geworden. Hè. Op zichzelf hebben we in het Westen wel centrale banken die zeggen, nou, we hebben eigenlijk als ultieme doel dat we 2% inflatie willen bewerkstelligen. Maar hoe ze dat doen en het effect van de tools die ze hebben in hun gereedschapskist, ja, die is dan weer wel weer heel complex. Het zijn ook complexe constructies. Ook de transparantie. Weet je, ik heb laatst echt opgezocht op de site van de ECB, joh, hoe werkt dat quantitative easing nou? En hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Dan moet je echt documenten in waar je, als je ervoor betaald krijgt, wil je het nog niet. En dus dat is bij Bitcoin wel anders. Maar goed, ga verder. Ik heb hier een dingetje van Raoul Pell. Die had een hele tweetstorm. Ik denk dat hij gewoon een brainstormer was. En terwijl hij aan het brainstormen was, was hij aan het meetypen. Het werd al een draadje van 15 tweets. En die noemde daarin Ethereum en XRP. En hij was gewoon over de positie van die munten. En hij sprak eigenlijk uit dat het wel interessant voor hem was. En hij kreeg daar dus best wel een volle laag van een maximalist zoals Sevedin. Die ging helemaal loco inderdaad, hoor. Dat werd echt kinderachtig op een gegeven moment. Die schreef dus, Raoul's subscription business is tanking and he's not having fun being poor. So he switched to promoting stupid crypto Ponzi scams to the dumbest 10% of his viewers and he needs to post provocative dumb nonsense like this to filter the intelligent away and focus the scam on the marks. Ja, weet je wat ik een beetje het vervelende vind? Maar dat is eigenlijk met bijna alles in het leven. Ik hou niet zo van extreme.
zonder dat je veel informatie hebt over iets. Dus waar ik ook helemaal allergisch ben voor het ophypen van iemand nadat hij 2 weken op het Twitter toneel is verschenen, vind ik het afstampen of de grond instampen van iemand op basis van 1 tweet net zo triest. En sommige mensen noemen dat het afweermechanisme van Bitcoin. Nou ja, misschien. Ik vind het vooral gewoon toxic, kinderachtig, kansloos gedrag. Van alle partijen involved. Want kijk, weet je, het is ook wel duidelijk. Raoul Paul is ook gewoon op zoek naar money. En hij zegt best nuttige dingen. Maar zijn ding is wel gewoon, weet je, hij is een investeerder. En als hij geld kan verdienen met XRP, dan verdient hij geld met XRP. En als hij ziet dat veel mensen zijn crypto koers nemen door XRP, dan focust hij daarop. Is verder niks mis mee. Alleen mensen hebben hem ten onrechte gezien als een soort van Bitcoin maximalist die wel even de Bitcoin gedachtegoed naar de massa zou brengen. Ja, dan heb je de verkeerde. Ja. Dan kan je beter misschien die seller hebben of gewoon iemand die al 10 jaar Bitcoin zit te programmeren. Hè, ga dan achter een developer staan. Kijk dan in de spiegel en markeer jezelf als een enorme lampens. Want je had kunnen weten dat het Raoul Paul niet zozeer zou gaan om Bitcoin, maar om het te halen van rendement. Precies. Weet je, dan moet je niet gaan zitten janken als Raoul Paul doet. En op het moment dat je hem wel kan gebruiken, hem gaan zitten ophemen, weet je. Maar hemel dan is een Bitcoin Core developer op. Die staan 100% waarschijnlijk in lijn met hetgeen jij verwacht van Bitcoin. Want jij ziet het als maximalist zijnde, denk ik, meer als een nieuwe vorm van geld. Een nieuw paradigma tegen het systeem zoals we dat nu hebben. Dat is prima. Maar ja, dan moet je niet iemand die tot zijn oren in dat systeem zit, nu achter Bitcoin komt, opeens als held op een sokkel zetten. Want dan gaat hij er vanaf. Nou ja, goed. Dat was te verwachten. Bertie heeft Raoul Paul nog gehoord hierover in de podcast met De Pont. Ik ben wel benieuwd wat hij daar zei. Ja, met Anthony. Het is ook een leuke aflevering, omdat ze het zijn ook een beetje investeerders onder elkaar. Ook ze met elkaar praten over hun thesis. Een thesis, hoe zeg je dat? Een thesis. de brillen waarmee ze naar allerlei investeringen kijken. Kijk, Raoul Paul is hij noemt zichzelf een macro guy. Hè? Dus een macro-econoom. Hij kijkt naar de grotere bewegingen. Dus niet naar morgen komt er misschien een medicijn van Pfizer. Dus laat ik eens even heel specifiek vandaag een optie nemen op Pfizer of zo. Weet je, dat is niet zijn investeringshorizon, maar echt de grotere bewegingen. En hij had het hier over. Hij had dus over met Pomp van wat is mijn thesis bij Bitcoin? Wat is mijn thesis bij Ethereum? En want waarom heb ik 20% Ethereum? En toen ging het dus ook over XRP, want dat had hij genoemd. En hij zei, precies wat Peter zegt, hè, het was een brainstorm is ietsjes te kort door de bocht, maar wel een verkenning van wat is er nou allemaal. Laat ik eens even kijken wat voor soort reacties daarop komen. Hè. Wat denken mensen daarover? Wat voor ideologieën zitten erachter? Hij vond bijvoorbeeld ook, even kort uitstapje, razend interessant dat er zo ontzettend veel, dat er zo religieus gereageerd werd, dat er zoveel stammen waren. En hij zegt daarover van, ik vind het nog niet goed of slecht, want dat weet ik nog niet. Ik vind het alleen heel interessant en ik wil graag weten wat het betekent dat er zoveel stammen zijn, stammenstrijd is. Dus de maxi's en zo. En hij kwam uiteindelijk op het punt en zei, ja, nu begrijp ik het. Het is logisch dat er zo religieus over gedaan wordt. Want Bitcoin is in feite een soort van religie. Kijk, religies, die werken alleen maar als er heel veel mensen zijn die het geloven. En dat is Bitcoin ook. De religieusheid, dat is in feite een uitingsvorm van het netwerkeffect. Ja. En dus is het niet zo gek dat het er is. En dus, dus nu snap ik er iets meer van het nut en de werking. Prima. Nou, dus dat vond ik wel leuk, dat hij kijkt er dus echt naar met het idee van, ik wil begrijpen hoe dingen zitten. En hij zei daarover op dat XRP-verhaal, zei hij, het feit dat ik zo ontzettend veel pushback kreeg, dat mensen zo als een soort idioten tekeer gingen tegen me, dat zegt mij dat ze een closed mind hebben. En ik als macro guy, als ik ergens zie dat mensen een closed mind hebben, dan betekent daar zit een kans.
Daar zou een kans kunnen zitten. Want die mensen die kijken niet meer met een open mind naar de situatie. Dus misschien missen ze wel dingen. En dat is interessant. Wat wij als macro-investeerders doen, is in feite gebruik maken van mensen die niet meer met een open mind naar dingen kijken. Maar Bert, dit is een discussie die twee partijen voeren in de discussie. Paul en de maximalisten in dit geval. En ze hebben het niet over hetzelfde. Ze zeggen allebei kans. Ik zie een kans. En Raoul Paul die zegt, ik zie gewoon mogelijkheid om geld te verdienen. En maximalisten die zien een kans voor een nieuw monetair systeem. Die hebben het over twee compleet verschillende dingen. En ik ben het met Raoul Paul helemaal eens. Als jij op zoek bent naar geld verdienen, dan ben je... Nou, dan kan je zeggen dat je niet slim bezig bent als je in ieder geval niet eens kijkt naar de altcoins. Als je op zoek bent om je waarde gewoon vast te houden en mee te werken aan misschien een nieuw monetair systeem, ja, dan moet je Bitcoin vasthouden. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Nee, maar kijk, ga verder. Het krijgen van waarde, dat is een gevolg van adoptie. Dus kijk, als Raoul Paul zou tot de conclusie zou komen van, er gaat echt helemaal niemand gebruik van maken, dan is het niet interessant omdat het geen waarde heeft en niet omdat niemand er gebruik van gaat maken. Kijk, hij heeft niet het ideologische idee van iedereen moet Bitcoin gaan doen, want dat vind ik ideologisch goed. Maar de ideologie is wel verbonden aan het financiële perspectief natuurlijk. Het kan niet veel waard worden zonder dat Bitcoin groot wordt. En het kan niet groot worden zonder dat het veel waard wordt. Dus ze zijn aan elkaar verbonden. Alleen Raoul Paul heeft geen mening over de ideologie. Hij kijkt puur naar de uitdrukking van die ideologie in waarde. En dat is gewoon een rendement. En dat is toch prima verder? Nou ja, het is ietsjes minder plat. Want hij kijkt niet alleen maar naar rendement, maar ook naar het effect wat dat heeft op de complete economische verhoudingen tussen dingen. Hè. Dus als Bitcoin groter wordt, dan betekent het dat er dus geld van het een naar het ander toe gaat. En als Bitcoin groot wordt, dan is dat betekent dus ook dat fiat currencies falen. Weet je, dus er zijn verschillende dingen die in de macro-economie aan elkaar verbonden zijn. Dus rentestanden, rentecurves, verschillende asset classes enzovoort. En het een heeft effect op het ander. Dus hij zit niet alleen maar te kijken van oké, daar kan ik het meeste geld verdienen, maar ook wat betekent dat in de context van het grotere geheel. En dus hij zegt ook van long bonds, dus de long bond, hè, dus dat staatsobligaties meer waard worden, dat is eigenlijk dezelfde trade als long bitcoin, maar omdat die aan elkaar verbonden zijn. Dus, dus het gaat dan om wat is dan het risico, was de mogelijke opbrengst. En dus het zit er ietsjes genuanceerder in dan alleen maar waarvan gaat de prijs omhoog. Ja, toch denk ik dat ze XRP-verhaal. Ja, nou ja, goed. Weet je, hij komt misschien ook tot de conclusie dat het ruk is. Hè? Daar ging het in dit gesprek ging het nog helemaal niet over. Is het goed of is het niet? Hij zei alleen maar, ik vind het heel erg interessant dat mensen meteen allemaal berserk gaan. Dat zegt mij iets. Ja. Nou ja, maar op zich ben ik dat wel met hem eens. Daar hebben wij het ook vaak zat over gehad. Wij blijven het ook gewoon over Ethereum hebben. Omdat het gewoon interessant is om te volgen. En er gewoon gepioneerd wordt daar. We hebben straks zelfs nog een itempje als we eraan toekomen over iets heel vets, vind ik, wat er nu gebeurt op het Ethereum-netwerk. Dus goed, inderdaad. Goede uitleg, Bert. Als we daar naartoe willen komen, dan gaan we door. Precies, inderdaad, ik wilde het net zeggen. Ja. Ik heb een aantal dingen doorgekrast. Ja, ik ook. Ik heb zitten krassen ondertussen, niet normaal. Agenda, het is ongekend. We gaan even naar Michael Zonneschijn. dat is de directeur of de CEO van Grayscale. Die zei op tv, at Grayscale, our flows are now probably up six times what they were last year. And the types of investors that are putting capital to work are unlike any of the investors we've seen ever before. It's some of the world's largest investors. Nou, dat is even een lekker boeddhisch berichtje. Ja. En er tegenover staat Arie Paul, die zit namelijk met zijn tranen in de ogen. Die is een beetje verdrietig met wat er allemaal gebeurt. Want hij denkt namelijk dat Bitcoin na deze bullrun nooit meer zo'n aantrekkelijke investering zal zijn als het was. I did my best to stack sats ahead of this, but you always wonder what more you could have done. Dat voel ik ook wel een beetje, moet ik je heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. En ik moet zeggen, ik heb er wel vrede mee, hè, want als ik mijn DCA-lijst open, denk ik, nou, je hebt best wel veel gedaan. Maar goed, ik heb ook nog wel een cameraatje gekocht voor het studiootje. Weet je, had ik ook in Bitcoin kunnen stoppen. Dus je blijft altijd. Je moet ook uitkijken dat het niet een soort obsessie wordt, natuurlijk.
Ja, je moet ook een beetje leven. Dus, ja, precies. Je kunt niet alles alleen maar in een spaarpotje steken, zeg maar. Nee, een volle ledger in je graf heb je ook niks aan, zeggen we dan maar. Ligt hij wel 10 meter onder de grond naast je seat plate? Ja, precies. Hij zegt er wel bij achter de comma van misschien is het niet zo. Misschien volgen er nog wel meer bull markets na deze bij het uitkristalliseren van het netwerk. En hij zegt ook, ja, het overkomt mij misschien 1 keer in de 10 jaar, als het niet minder is, dat er zoiets langskomt als een bitcoin. En ik weet niet of ik ooit nog zoiets ga vinden en wanneer het dan zal zijn. Nou ja, ja, daar kan ik wel in komen. Ja. Maar goed, ik ben er niet aan begonnen. Ja, en dan heb ik bijna alles... Nee, dat heb jij gedaan, bijna alles door. Dan komen we uit... Ja maar Cormac vond ik toch wel nog wel even... Wil ik wel even genoemd hebben. Ja, even heel kort. Ja, nou ja, goed. We hebben Michael Saylor, die natuurlijk met geleend geld de markt op gaat. Okay, toen dacht ja, McCormack... Dan mag jij het introduceren. Die zei, joh, ik kan niet... Ja, we hoeven er niet echt een hele discussie over te hebben. Maar ik vond het gewoon grappig. Die zei, joh, daar kan ik niet achterblijven. Maar McCormack, ja... Ik herken me wel een beetje in die gozer. In dat ik soms ook van die dingen heb. En dan wil ik gewoon een app openen en direct kopen. En dan boeien de fees me ook wat minder. En dat is natuurlijk compleet tegen de Bitcoin filosofie in, waar je met 1 sat per byte verzendt. En dan maakt het je niet uit of het 100 jaar kost om of dat die transactie geconfirmed wordt. Hè? Low time preference, dat is waar het om draait. Nou, McCormack die had dus de eerste de beste lening die hij bij de bank via 5 kliks kon krijgen tegen 7,5%. Iets van 50.000 pond of zo. Of 50.000 dollars, euro's, whatever. En heeft hij Bitcoin van gekocht. Nou ja, goed. Laten we het daar gewoon bij houden. Lekker cryptisch. Bert en Pete hebben daar op Twitter een draadje over geschreven. Dus lees die even terug. En kom in de Telegram groep. Naar Parabolic Pete. Ja, nou precies. Dus kom in de Telegram daarover over praten. Precies. Waar komen we dan aan? Ja, wat ik grappig vond, ik zag dat ook langskomen op een paar cybersecurity experts hun Twitter. Pete, jij hebt weer iets extra's waar we op moeten letten als bitcoiners. Of überhaupt u eigenlijk? Nou, nee, kijk ik heb altijd... Ik heb verschillende soorten Twitterlijsten en feeds die ik volg op het gebied van technologie, economie enzovoort. Maar dan komen we ook op het gebied van cybersecurity. En wat ik wel geinige vond, was dat er een projectje van iemand langskwam. Die is al tijden bezig met het proberen in kaart te krijgen. Want als die audio opneemt, of die op basis van die audio kan herleiden welke toetsen er worden ingedrukt. Dus eigenlijk een keylogger gebaseerd op audio. En hij komt eigenlijk best wel een heel eind al. Zeker als het gaat om mechanische toetsenborden. Dus eigenlijk was de oproep, jongens, als je in een Zoom-meeting zit en je zit je wachtwoord in te toetsen, let op, dit kan wel eens een vector worden waarmee jouw wachtwoord wordt ontfutseld. Dus nou ja, ik denk, ik gooi hem er even in. Het is nog lang niet zo volwassen dat dit... Ja, ik zal tegen jou en tegen Bert zeggen, het is super volwassen. Dus let op, hè. Mute jezelf als je gaat typen. Want echt hoor, ik... voordat je het weet ik je wachtwoord. Ja, precies. Zo kan je hem ook gebruiken, ja. Hey, snel op mute. Ja, jongens, ik kwam wat tegen. Er kwam iemand in de groep deze week. Olaf heet hij. En Olaf die kwam meteen met een banger binnen. Die stuurde een berichtje door. Die zegt, joh, hebben jullie dit al gezien? En dat ging over een veiling van digitale kunstwerken met Ethereum tokens en noem het maar op. En ik kreeg meteen een beetje Crypto Kiddies vibe. Hè. Wie kent het nog? 2018, 2017, toen er plaatjes van katten verhandeld werden. Cartoonkatten op het Ethereum netwerk. En waar toen ook het hele netwerk van platgelegd werd. En dat is dit eigenlijk ook. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar toch iets anders. Want ik zag in ons scriptje staat een heel mooi plaatje van een... Dat gaat rond de laatste tijd. Het is een fotootje van een enorme, ja, mooi gemaakte stier. Met een enorme bitcoin op zijn rug. Doet een beetje, ja, bijna futuristisch soort van... Heb je ook de gespleten testikels gezien? Dat vond ik wel apart. Ja, precies. Dan moeten we eens navragen waarom dat was. Maar Het doet een beetje sci-fi-achtig aan of zo. Een beetje dystopisch. Nou, het ziet er super vet uit. Iedereen vond het vet. Je zag hem overal op Twitter langskomen. Nou, dit is dus een van de kunstwerken van Beeple. En Beeple, dat is Mike Winkelman. Dat is een online kunstenaar. Of een kunstenaar die vooral digitale kunst maakt uit Amerika. Nou, hij heeft ongeveer 1,7 miljoen volgers op Instagram. Dan weet je een beetje waar je het in moet zoeken.
En wat die Beeple dus doet, hij maakt al elke jaar of elke dag een digitaal kunstwerk. En dat noemt hij een Everyday. En dat is zijn collectie, de Everyday Collection. En dat doet hij al jarenlang. Hij heeft al jarenlang geen dag meer overgeslagen. Eigenlijk een soort, net als sommige vloggers dat doen, die elke dag een vlog maken. En wat hij nu heeft ontdekt, is dat je zo'n kunstwerk, daar kan je een token aan hangen. Namelijk een non-fungible token, een ERC 721 is dat. Dus dat is wat anders dan de ERC 20 tokens die alle ICO's gebruikten. En het verschil zit er maar in dat elk ERC 20 token is hetzelfde. Elke Ethereum, nou, een Ethereum is dan niet het goede voorbeeld, maar noemen ze een ERC 20, weet ik veel. Dat maakt niet uit. Die zijn allemaal hetzelfde. Eén token A is hetzelfde als één token B. Wat had je? Icon bijvoorbeeld had je vroeger. Nou, weet je, die waren allemaal hetzelfde. Bij deze is dat dus niet zo. Dat is anders. Dus elk zo'n token wordt gekoppeld aan zo'n kunstwerk. Nou, toen ben ik verder gaan lezen. Want hij heeft dus een drop gedaan, zoals dat heet, op een platform, Nifty Gateway. En Nifty, dat is een platform, nou ja, je zal het niet verbazen als ik het zeg. Dat is van Gemini. Dus dat is van de gebroeders Winklevoss. Die zitten er weer als een stel bloedhonden bovenop om zeker te zijn als het wat wordt. Dan hebben wij niet 1, 2, maar 10 vingers in de pap. En dan worden die tokens dus verhandeld. En daar was dus een drop afgelopen vrijdag. En er waren 3 soorten veilingen. Hij had de zogenaamde Open Edition. Dus dat waren 3 verschillende Everydays. Waaronder dat plaatje van die Bitcoin Bull. Die werden voor €969 geveild voor 5 minuten lang. En daarna ging de veiling voor altijd dicht. Dus dat betekent dat iedereen kan kopen wat hij wil voor 5 minuten lang. En daarna is het dicht. Nou, oké. Er was een veiling van limited editions voor $1. Dat waren er 100 stuks voor $1. Dus dat is een soort van iedereen kan het daar proberen met $1. Jij, ik, noem het maar op. De kans is klein dat je het hebt. Maar goed, je hebt een kans op een echte Beeple kunstwerk. Dan heb je nog de single editions. Dat waren volgens mij 20 verschillende everydays. Die werden geveild. En daar werd maar 1 token van gemint, zoals dat dan heet. Dus dat betekent dat er maar 1, ja, net als met een normaal schilderij, daar is er maar eentje van. Die zijn er 20 van geveild. En de hoogste prijs was $127.500 die ervoor betaald is. En de gemiddelde prijs lag op een ton ongeveer voor zo'n kunstwerk. En toen was er nog 1 speciale veiling. Dus alle de complete edition, dus dat zijn alle 20 single editions bij elkaar. Alle 20 everydays, die is voor $777.000 geveild. En ik zat ernaar te kijken. En in het begin dacht ik van, ja, what the fuck, weet je, dit is tulpenmania. Nou goed, toen dacht ik ook weer van ja, dat zegt het FD ook over Bitcoin en die lachen we ook uit. Hè? Dus even die open mind houden. Het is nog steeds denk ik een gedeelte tulpenmania. De nieuwe ICO's, noem het maar op. Maar ik vind er ook wel iets heel tofs in zitten. Het geeft die kunstenaars, het geeft kunstenaars die digitale kunst maken, wat echt heel vet kan zijn. Het zijn echt super gave 3D-modellen. Je moet maar eens op die site kijken, op Nifty of bij Beeple op zijn website. B-E-E-P-L-E. Ja, het is dat die Bitcoin Bull bijvoorbeeld. En zo heeft hij er nog een aantal gemaakt. Het zijn echt vette artworks. En dan kan je er dus echt één bezitten. Dit is eigenlijk de eerste keer in die story dat je iets digitaals echt kan bezitten. Een digitaal stuk kunst. En dat kan een filmpje zijn, maar dat kan een poster zijn, of dat kan een schilderij zijn, of whatever ze allemaal online maken tegenwoordig, of digitaal maken. En dan kan je het bezitten. En ja, ik weet niet. Ik vond het echt heel vet, Peet. Kijk, Bart heeft even wat linkjes bij de show notes gezet. Super Rare, klik ik op, superrare.co. Ja, dat is een handelswebsite. Precies, en het eerste ding wat ik tegenkwam is een kunstwerk met de naam Elon's Huge Cock. Ja, dat staat er ook tussen, ja. Geaccepteerd voor een paar $100. Nou, dat is best nog... Ja, accept the bid for about $671 on Elon's huge cock. Oh. Ja, maar ik ben wel... Zeg maar, wie vertrouw je erop dat er niet meer van een kunstwerk bijkomen? Nou ja, daar vertrouw je dus de kunstenaar mee. Maar het geinige is daar dus wel... kijk, bijvoorbeeld bij die Beeple drop... Daar weet je dus dat er van een bepaald kunstwerk maar 1 token gemint is...
Dat kan je zien. En je kan ook zien welk token dat is. En als jij dat bezit, dan heb je dus dat eigenaar, ben je de eigenaar van dat kunstwerk. En dan kan hij wel besluiten om 100 tokens erbij te drukken. Maar jij bent de eigenaar van het eerste token. Dat onderscheid kan je maken. Bijvoorbeeld bij die andere, bij die Open Edition, er waren er op een gegeven moment waar je dus voor €969 vijf minuten lang werd dat verkocht. Hè? Van één zo'n kunstwerk, die Bitcoin Bull, zijn er volgens mij 300 tokens gemint. Dus als hij besluit om daar nog eens 600 bij te drukken, dan kan jij dus zien op een gegeven moment, wacht even, ik koop nu token nummer 568. Die zat niet bij die eerste 300. Ja, dus de markt kan... De categorie van de oudste Pokémon kaarten die zijn... Inderdaad. Dus zo'n first edition Pokémon kaart is meer waard dan eentje die 10 jaar later nog bijgedrukt is. Ook al zien ze er hetzelfde uit. En wat je bijvoorbeeld ook hebt, mensen zeggen, ja, maar wacht even, ik kan toch ook gewoon een screenshot van het kunstwerk nemen? Dat klopt. Beeple die biedt gewoon de achtergrond in hoge resolutie aan voor op je telefoon. Ik heb er nu eentje als achtergrond op mijn telefoon zelfs. Dat kan ook gewoon. Maar jij kan niet aantonen dat die van jou is. Als jij hem in je mansion gaat showen op een mooi groot tv-scherm of op een expositie, ja, dan zegt iedereen, ja, maar wacht even, je bent nu gewoon een screenshot aan het laten zien. Het is een beetje hetzelfde. Ik kan ook een mooie poster van de Nachtwacht kopen. Maar ja, iedereen lacht me uit als ik zeg dat ik de Nachtwacht thuis heb hangen, zeg maar. Dus ja, weet je, dat is niet een nieuw probleem. En dat is ook eigenlijk helemaal geen probleem. En ja, ik weet niet, jongens. Ik zat hier naar te kijken en ik denk van, ja man, dit opent... Ja, en dit dat opent een mogelijkheid... Het is een beetje een nieuwe vorm van digitale schaarste. Net zoals dat bij Bitcoin natuurlijk ook is. Dat konden mensen ook lastig begrijpen in het begin. Dat iets wat digitaal is schaars kan zijn. Waarom het niet toepassen op andere zaken zoals inderdaad kunst. Ik vind het een heel interessant idee. Ja, en ik wil hier ook niet voordat de mensen helemaal gek worden. Kijk, dit gebeurt op Ethereum en ik snap het. Weet je, de hashpower is lager en we moeten allemaal nog maar kijken hoe dat is. En we hebben de pre-mine en bla 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 bla. Daar gaat het me even niet om. Dit is een soort proof of concept. En die kunstenaar die is mega enthousiast hierover. Het werkt, er is blijkbaar vraag naar. En ik denk ook hier, weet je, het hoeft niet. Je hoeft niet 100% zeker te weten dat die schaarste er is. Hè? Of dat iemand niet meer extra tokens bij gaat drukken. Want je hebt hier ook die game theory. Die, waar we zo vaak met Bitcoin over hebben, van waarom zal een miner niet vals gaan doen? Ja, dan is Bitcoin niet meer waard. Waarvoor geen 51% attack? Ja, dan heb je niks meer aan al je miningapparatuur die je gekocht had, omdat Bitcoin niks meer waard is. Dat is hier ook zo. Zo'n kunstenaar zal wel gek zijn als die 200 tokens of 300 of 400 erbij gaat drukken, want dan koopt niemand die dingen meer. Hij heeft er juist baat bij om ze zo schaars mogelijk te houden. Ja. Het is echt, ik vind het echt interessant. En moet je nog eens gaan voorstellen, hè? Maar oké, ik zit nu toevallig Ready Player One te lezen. Dat is een boek in een toekomst met waar we allemaal in VR leven. Nou ja, goed, dat zie ik niet gebeuren de komende paar jaar. Maar ja, wie weet. Dan kan je dus op een gegeven moment echt zeggen van, als je dan in iemand zijn VR-ruimte komt en je hebt zo'n kunstwerk aan de muur hangen en jij bent de enige die dat token bezit in de wereld. Als je dat ziet, dan weet je ook dat het echte kunstwerk is. Dan kan je de nachtwacht echt in jouw, de digitale nachtwacht echt in jouw huis, jouw digitale huis hangen. Het klinkt een beetje ver van het bed of zo, maar ik weet niet. Ik zat hier naar te kijken, ik denk, vet. Maar goed, Bert, wat vind jij ervan? Er zitten toffe dingen tussen trouwens. Oh Bert. Ja. Hij had zijn vinger netjes omhoog, dus... Ja. Er is ook een marketplace bij, hè? Dus je kunt bijvoorbeeld van die bullrun, geloof ik Bart die net noemde, dat is zo'n een hele toffe gerenderde stier met een hele vette Bitcoin munt op zijn rug. Een stier van 1,30 meter hoog, heel krachtig. Weet je. Ja, er zijn er in totaal 271 van verkocht. Gemint dus ook. Ja. Dus het zijn 271 non-fungible tokens. Dus uniek te identificeren tokens met een eigen adres enzovoort. En die zijn dus ook gewoon weer te koop. Dat wil zeggen, alle 271 staan ze op een lijstje. En sommigen hebben gezegd, nou, die van mij is niet te koop. Hè? En sommigen hebben gezegd, nou, voor mij is wel te koop. Doe maar een bot. En sommigen hebben een prijs gelist. De goedkoopste bull run, dat is nummertje 172 van de 271. Kost $5,000. Ja. Ze zijn initieel allemaal verkocht voor 969. Ja. Dus dat is al een keertje 5. Nou goed, oké, Bitcoinprijs enzovoort. Nou, de tweede is 5050. Nou, als ik even iets verder scroll, de tiende is al $8,000.
Nou, dan ga ik even naar pagina 4. Nou, er zijn ook mensen die hebben hem voor 600.000 dollar erop gezet. Maar als ik dan op eentje klik, hè, klik even op deze. Dat is 175, die staat te koop voor 118.000 dollar. Nou, dan kan je dus precies zien wie de huidige eigenaar is. Maar je kan het allemaal op Etherscan nakijken, hè? Linkjes erbij. Ja, precies. Ja. Dus dit is natuurlijk een heel nieuw soort manier van... Je kunt stel dat je dus kunst koopt, kun je dus precies zien van wie die is geweest, op welk moment, het is vastgelegd, in welk blok. Je kunt het gewoon op Etherscan bekijken. Ja, dat is natuurlijk wel en wel het vette is, we hebben het vaak erover gehad, hè, dat invoerprobleem wat je hebt bij bananen op de blockchain. Hè, dan moet je toch iets wat in de fysieke wereld zit, gaan koppelen aan een token op de blockchain. En dat heb je hier niet, want je hebt twee dingen in de digitale wereld. Dus je kan daadwerkelijk dingen gaan koppelen. Ja, het is echt wat dat betreft gruwelijk. En wat vet is, die Beeple die heeft dus een heel pakketje van gemaakt. Dus als je zo'n everyday hebt gekocht, zo'n boel, dan krijg je een soort van digitaal fotolijstje waar dan dat artwork een soort van bewegend een beetje op staat. Het is gewoon vet om te zien dat dat soort artiesten hiermee aan de slag gaan. En Ik ben hier echt wel tevreden over. Ik moet wel zeggen, die marketplace, dat is dan een beetje het gedeelte waar de Tulip Mania een beetje terugkomt. Weet je, we weten ook nog wel dat er op een gegeven moment CryptoKitty plaatjes verhandeld werden voor $200.000. Ja, weet je, degene die dat nu heeft gekocht, die zit waarschijnlijk ook jankend in de hoek van zijn kamer de hele dag. Want dat is natuurlijk geen zak meer waard. Maar het verschil is dat CryptoKitties was een soort van project door developers, voor developers bijna, waar de artwork gewoon om te janken was. Dat was gewoon een triest CryptoKitty. Wat je hier hebt, is dat de developers die zitten dus bij Nifty of bij zo'n platform. En die artiesten komen daar naartoe, daadwerkelijk echt toffe, gewoon echte artiesten die eigenlijk niks van crypto afweten meer. En dat platform helpt ze met het technische gedeelte. Dus het verschil met CryptoKitties en dit is dat de artwork daadwerkelijk echt vet is. Ik zou er wel eentje willen hebben. Als er nog zo'n drop komt, wil ik best wel mijn best doen om daar mee te doen. Want het is, ja, ga maar op die website van die gozer kijken. Het is echt heel tof wat hij maakt. Dus Olaf, bedankt voor deze tip. Het is weer een nieuwe rabbit hole voor mij, moet ik je heel eerlijk zeggen. En ik vind het heel vet en ik zie hier wel wat in. En kijk, weet je, voordat mensen helemaal loco gaan weer, ik ga zeggen het nog één keer van, het is op Ethereum, wordt geen donder. Misschien is dit ook ooit wel mogelijk op Bitcoin, whatever. Maakt niet zoveel uit op welk platform het nou even is. Kijk naar dit als een prototype, als een kijkje in de toekomst. Net als dat we dat 5 jaar geleden deden met Bitcoin. En nu nog steeds doen met Bitcoin trouwens. Dus vet. Dan ga kijken. Zoek Beeple op. Kijk op Nifty. Wat is het? Nifty.com. Super rare. Noem het maar op. En dan kom je er wel. Hey Bert, de mensen die vroegen om een marktupdate. Denk je dat dat nog eventjes... 23.500. Meer hoef ik niet te zeggen, denk ik. Dat is de resistance of zo? Of de handle van de cup? Dat is de huidige koers, man. Met hoeveel begonnen we? Dat zouden we wel 30 minuten even kijken. Hoe laten we? Dus begonnen op in de 22.000, denk ik. Oh nee, 23.060, zei Peter aan het begin. We zitten $500 hoger in die 2 uur. Dus ja, dat is een beetje tempo waar het mee gaat. We kunnen ook de mensen een uitgebreide marktupdate beloven volgende week. Is dat anders een idee? Dan heb jij ook wat tijd om je voor te bereiden? Nou ja, dat is een beetje het punt. Er is nu niet zo idioot veel zinnigs over te zeggen. Behalve 20.000. Kijk, price discovery, Bert. Hoe het stof neerdwarrelt. Kijk, wat er nu gebeurt, wordt ook versterkt doordat de dollar heel erg aan het zakken is. Aan het crashen, zou je kunnen zeggen, in valutahandeltermen. Want dat gaat natuurlijk allemaal met iets minder hoge percentages dan... dan bij Bitcoin. Maar bijvoorbeeld ook zilver en goud, die zijn ook allebei behoorlijk gestegen. Dus even kijken. Zilver bijvoorbeeld van $23.80 naar $25.80. Hè. Dus dat is 2,25, dus ook 8%. 8% erbij. Dat is ook niet niks natuurlijk. Goud van 3 dagen geleden 18,20 naar 18,80. Nou, dat is iets minder in procenten, maar ook wel flink. Maar dat heeft dus ook wel weer te maken met de dollar die zwakker wordt. Ja. En dus er is gewoon nu veel in beweging gisteravond. Ja, daar gaan we weer, jongens. Mijn internet, dat is toch altijd een beetje... De laatste tijd niet al te best. Gelukkig hebben we er al 2 uur op zitten. Ja, dan is altijd de vraag, wat zei Bertje? Hè? Vorige week had hij het over. Of gisteren? Ja, ik weet het ook niet.
Ik weet het gewoon niet. Ja, wat gaan we doen? Als mijn internet niet gaat werken, dan gaan we gewoon zachtjes aan... Oh, hij schijnt weer iets te moeten gaan doen. Nou ja, ik weet niet wat er gebeurt. Het ging zo goed. 2 uur lang, jongens. Ja, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon afsluiten. En dan zien we het wel weer. We zitten dik over de 2 uur, joh. Dus wat dat betreft prima. Hey jongens, Bert en Peter. Dank jullie wel voor alles weer. Het is een rare afsluiting. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, bij deze wil ik ook Bram natuurlijk bedanken van Anycoin Direct. Ga het allemaal checken op de website www.anycoindirect.eu. Vind je deze podcast leuk? Join dan onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. De links kun je vinden op www.satoshiradio.nl. Daar kun je ons ook steunen. Doe dat. De Satoshi Radio bot op Telegram. @SatoshiRadioBot. Iedereen bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Adios.